gaan acteren. Als het al, nee, joh. Nee, gewoon zeggen dat er iets fout was in het begin. Maakt niet uit. Ja? Maar je hebt hem al opnieuw gedaan, toch? Nu staat hij wel aan, ja. Ja, oké. Nou, goed. Dit gaat misschien een beetje onoprecht klinken, maar er is net wat fout gegaan, dus ik moet het opnieuw doen. Kunnen we hebben. Mooi. Het is leuk als ik vertel waarom, hoe we elkaar ontmoet hebben. Want ik denk dat het meer over jou vertelt dan als je je cv gaat opnoemen. Ja. Een paar jaar geleden was ik aan het afstuderen en ik wist niet zo goed wat ik wilde doen. Ik wilde iets met duurzaamheid gaan doen, ik wilde iets met consultancy gaan doen. Ik wilde daar gewoon stappen in gaan zetten. Maar ik wist gewoon niet hoe ik aan de slag moest. Ik wist niet bij welk bedrijf ik moest aankloppen. Ik wist niet hoe ik moest aankloppen. Dus op een gegeven moment heb ik gewoon mensen gemaild. Die ik ergens gevonden had, waarvan ik dacht, oh, die doen iets met duurzaamheid en die doen iets met consultancy. En jij heette toen een tijd Sustainable Consultant, ja, dus dat was perfecte mix. Dus ik had jou gemaild met wie ik ben, wat ik doe, de vragen die ik heb en of je mij wilde gewoon een keer met mij wilde praten in ruil voor een kop koffie. Nou, je reageerde. Dat was al heel wat. Sympathiek, ja. Sympathiek inderdaad, dankjewel daarvoor. En toen hebben we in Utrecht daarover gepraat. En wat ik het meest herinner is dat ik de vraag had, hoe kom je bij bedrijven binnen als filosoof, als antropoloog en dergelijke? Hoe verkoop je jezelf? Mm. Wat heb je in godsnaam, wat is in godsnaam je sales pitch? Ja. Yeah. En wat ik me herinner is dat je echt best wel een beetje schouderophalend zoiets had van, je belt aan, je klopt aan en je vertelt wat je doet en wie je bent en je staat er een beetje voor en op een gegeven moment zijn er mensen die dat interessant vinden en zo kom je verder. Ja. En toen een tijd dacht ik, wist ik niet of ik daar veel aan ging hebben. Ik vond het sowieso wel vet dat je me dat vertelde, maar ik wist niet zo goed of ik daar wat aan ging hebben. Nee. Nu terugkijkend zie ik eigenlijk dat ik best wel dicht in de buurt gekomen ben van waar ik wilde heen gaan. Cool. En dat is leuk, want ik ben er eigenlijk ook vooral gekomen doordat ik met mensen ging praten en ging zeggen, hey, ik kan dit, wellicht kan ik hiermee helpen, zullen we verder praten. Dus je advies heeft 2 jaar geduurd om te kristalliseren, maar het werkte wel. Yeah. Dus vet. Nou, laatst had ik je dus een mail gestuurd van, hey, 2 jaar geleden hebben we elkaar gesproken, dankjewel daarvoor. Ik zou je graag nog een keer persoonlijk willen bedanken. Ja. En daaruit kwam het idee voort om je gewoon een keer uit te nodigen hier. Ja. Dus welkom Walter. Dankjewel. Vertel een beetje wie je bent alsnog. Wat is dat jij als antropoloog doet? Toch even mijn cv dan. Ja. ik ben antropoloog. En ik ben opgeleid als cultureel antropoloog. Ik noem mezelf tegenwoordig liever corporate antropoloog. Hmm. Omdat ik, je kan heel ver weg exotisch werk doen in het buitenland. Maar ik denk dat het ook waanzinnig interessant is om in Nederland of bij westerse organisaties en bedrijven te werken. Omdat daar ook hele gekke dingen gebeuren, gekke rituelen zijn. Dezelfde dynamieken en principes die je all over the world ziet, zie je ook gewoon in onze eigen kantoorgebouwen. Mm. Dus ik noem mezelf nu tegenwoordig meer corporate antropoloog. Mm. En antropologen die proberen te begrijpen waarom mensen doen wat ze doen. En dan niet zozeer vanuit een psychologisch perspectief. Dus ik kijk niet zozeer naar het individu. Mm-hmm. Maar ik kijk veel meer naar wat er tussen mensen gebeurt. Dus cultuur zit tussen mensen. Dus wat gebeurt er nou? Dus als antropoloog bestudeer je wat mensen doen, maar niet op psychologisch niveau, maar op cultureel niveau. Ja, ja, dus meer op... Kijk, je kan aan een psycholoog ook vragen van, joh, kun je mij vertellen waarom mensen doen wat ze doen? Mm. En dan krijg je een ander antwoord. En als je een antropoloog, ik ga dat nu niet geven, want ik ben geen psycholoog. Mm. Maar als je dat aan mij vraagt, dan zeg ik, ja, natuurlijk zit er een stukje in jouw DNA en in jouw geschiedenis. En dat is allemaal waar. Mm. En tegelijkertijd gebeurt er iets omdat jij in een bepaalde sociale groep zit. Mm. En wat er tussen mensen gebeurt, dat maakt waardoor die groep doet wat die doet. En waardoor je allerlei ongeschreven spelregels hebt en waardoor je allerlei normen en waarden hebt waar je aan voldoet of waar je niet aan voldoet. En dan wordt het spannend, want hoe gaat zo'n groep daar dan mee om? Dus en is jouw werk dan onderzoeken wat die spelregels zijn per groep? Of is het zo dat er wat vaststaande spelregels zijn die in elke groep terugkomen? Als antropoloog. Ja, nou een beetje van beide. En dit is natuurlijk ook wel meteen het hoog over filosofische antwoord. Als je het helemaal plat slaat wat ik doe, dan
En dan kom ik zo meteen terug bij wat je net vroeg. Maar als je mij op plat slaat, dan begeleid ik organisaties, bedrijven met cultuurvraagstukken. En wat ik het allerleukste vind, is als het gaat over duurzaamheid. Hmm. Waarbij dan duurzaamheid niet alleen maar een technologisch vraagstuk is en niet alleen maar een business vraagstuk, maar een, als je er serieus mee bent, dan is het een organisatieverandervraagstuk en een cultuurvraagstuk ook. Dus op dat snijvlak van duurzaamheid en cultuurverandering, dat is waar ik werk en wat ik het allerleukst vind. En dat gaat dan over aan de ene kant spreekwerk, aan de andere kant dialoog faciliteren tussen mensen, waarin ze betekenis geven aan dat wat er is, dat wat er verandert, wat betekent duurzaamheid dan voor onze organisatie of voor ons team. En ook echt onderzoeks- en advieswerk. Mm-hmm. En verandering begeleiden hoort daar dan ook wel een beetje bij. En ik kijk naar, je vroeg net naar zo van, zijn er dingen die altijd terugkomen? Ja, die zijn er. Er zijn bepaalde, nou ja, wetmatigheden klinkt wel heel erg alsof het in beton gegoten is. Maar er zijn wel bepaalde dynamieken die je in die universeel zijn, die er in iedere groep plaatsvinden. Alleen iedere groep doet dat op een andere manier. Hmm. En als ik zo'n onderzoeksvraag krijg, dan ga ik kijken, hey, hoe doet deze groep dat nou? Wat zijn hier de ongeschreven regels? Wat zijn hier de culturele mores? Wat is hier het ordeningsprincipe? En dan ga ik daar naar kijken. En nou ja, afhankelijk van de vraag gaan we dat dan spiegelen, veranderen, bijsturen. Of gewoon precies laten zoals het is. Ja. Want het is al hartstikke goed. Ja. En je zei ook al, even terugkomend op wat je net zei. Duurzaamheid is niet een kwestie van technologie alleen, maar ook een kwestie van cultuur en organisatie. Ja. Dat heb ik al wel eens eerder verteld, maar wat bedoel je daar precies mee? Nou, in mijn beginjaren als antropoloog in de wereld van de duurzaamheid. Nou, dan moet ik misschien nog een iets langere aanloop nemen zelfs. Mm. Ik ben afgestudeerd ooit als antropoloog op Groenland. Heb ik 3 maanden gewoond en gewerkt en onderzoek gedaan naar de sociale impact van klimaatverandering. Mm. En dat vond ik als wetenschapper echt fascinerend, super interessant. Want je ziet daar ecologische veranderingen en de Groenlandse economie die was destijds in ieder geval ongeveer 85% afhankelijk van visserij en aanverwante diensten. Dus ook visverwerking, dat soort dingen. Mm. Dus op het moment dat er iets verandert in je ecosysteem of in je ecologische leefomgeving, ja, dan heeft dat wel invloed op een economie en daarmee dus op een hele samenleving. Bovendien zijn ze nog in Groenland onderdeel van het Koninkrijk Denemarken. Maar hebben ze wel een vrij vergaande mate van zelfbestuur. Dus, dus wat voor dynamieken dat dan weer met zich meebracht. Er komen ook langzaam maar zeker wat oliebedrijven daar naartoe om exploratie te doen naar olie en mineralen ook wel. Dus het was fascinerend als wetenschapper, maar als mens vond ik dat echt best wel heftig. Ik dacht, ik heb daar echt wel regelmatig mensen gesproken die echt met natte ogen zeiden dat ze gewoon niet meer wisten hoe ze voor hun kinderen moesten zorgen. Of dat ze nog maar benzine hadden voor hun bootje tot september. En dat daarna, wat ga je dan doen? Ja, weet ik echt niet. Die zagen gewoon letterlijk hun leven verdwijnen. En als een gevolg van wat was dat dan? Nou ja, als een gevolg van wat je daar zag. Je kan zeggen, klimaatverandering, maar wat je daar zag was dat onder invloed van klimaatverandering de temperatuur van het ijs, maar ook van de zee, een beetje omhoog gaat. Mm-hmm. En vissoorten, die hebben een bepaalde range waarin ze het lekker vinden om te leven. Mm-hmm. Op het moment dat het iets warmer wordt, zie je dat vissoorten iets verder naar het noorden gaan, waar hun temperatuurzone nog steeds wel is, zeg maar. Mm. En dat betekent voor een industriële visser niet zo heel veel, want die is toch een paar weken op zee, dus die vaart rustig 100 zeemijl naar het noorden. Maar voor de visser in zijn open bootje of voor het kleine bedrijfje met 3-4 mensen of zo, betekent het wel veel als je iedere dag of als je eens in de 3 dagen ineens 100 zeemijl verder naar het noorden moet gaan varen. Hmm. En wat je ook zag was dat er, en het een werkt op het ander in, dus je hebt daar kabeljauw, je hebt daar garnalen en die worden dan weer door kabeljauw gegeten en zo. Dus dat werkt allemaal op elkaar in. Dus als daar iets in verandert en je hele visbedrijf is op kabeljauwvangst ingericht, en ineens zijn er minder kabeljauw en meer garnalen, dan is het de vraag of je die switch kan gaan maken, zeg maar. Dus de grotere
vissers, industriële vissers, die hadden eigenlijk geen problemen hiermee. Maar degene die het eigenlijk als een levensstijl of die afhankelijk waren in een subsistence-based visserij die, in de antropologie. Die hadden daar, die zagen hun heel leven veranderen. Ja, die zagen hun hele leven veranderen. Die zeiden, ik kan de benzine niet meer betalen of ik moet heel ver naar het noorden. Of ik heb geen quota meer, ik mag niet meer zoveel vissen, want vis wordt beheerd door allerlei nationale instanties, Europese instanties, Amerikaanse ook, die zeggen, nou, er zit ongeveer zoveel vis, dan moet je niet alles opvissen, want dan is het jaar daarna, kunnen ze zichzelf niet replenishen, kan de vis zich niet meer voortplanten als je er te veel uittrekt. Dus dat is best wel een precair evenwicht wat je daar moet. Dus op het moment dat je quota op zijn, ja, dan kan het niet meer vissen. Maar als er jaar na jaar minder vis zijn, dan worden je quota vanzelf ook al lager. Mm. Dus kun je niet meer voor je familie zorgen. Dus die klimaatbeleid leidde ertoe dat er bepaalde vissen zijn die niet meer konden overleven op de manier wat ze al deden. Ja, of niet meer konden overleven of overbevist werden. Mm. En overbevissing is niet alleen een probleem of een vraagstuk naar aanleiding van klimaatverandering. Maar je ziet overbevissing all over the world, dat wel een probleem was en op veel plekken nog steeds is. Maar dat kwam daar wel samen met ook nog de ecologische veranderingen en de temperatuurstijging en nog een aantal dingen die daarbij kwamen. Dus ook nog, als het ijs smelt, dan komt er heel veel... ijs is in principe zoet water, dus dat kwam dan in de zee, waardoor je dus ook een andere samenstelling kreeg van zout en zoet, bijvoorbeeld in de fjorden en in bepaalde baaien. Waardoor sommige vissen daar dus niet meer zo fijn konden leven, anderen weer wel heel fijn. Dus dat bracht ook weer allerlei veranderingen met zich mee. Dus dat werkte allemaal op elkaar in. Dus voor de kleine subsistence-based vissers was dat echt best wel een groot probleem. En wat ik veel mensen heb zien, die zeiden van dan word ik maar taxichauffeur in de hoofdstad. Maar die hoofdstad, dat was een stad van 15.000 mensen. Dus ja, dat is, op een gegeven moment zijn daar wel genoeg taxichauffeurs, zeg maar. 15.000 mensen is 15.000 mensen, maar ook uiteindelijk. Dus dat is geen Amsterdam. Dat is ook geen, weet je, dat is op een gegeven moment op. Dus het verleden was aan het verdwijnen. Je zou zelfs kunnen zeggen in metaforische zin, het verleden smolt weg. En de toekomst was er nog niet. En de toekomst die er een beetje om de hoek kon kijken, die was wel gebaseerd op olie en mineralen. Die dus het proces van ecologische verandering en klimaatverandering nog eens een keer versnelt. Dus nou, dat is wel lastig. En wat daar dan bovendien nog bij kwam, was dat dat Groenland onder de Deense kronen valt, dus nog onderdeel is van het Koninkrijk Denemarken. En dat ze graag onafhankelijk willen worden. Nou, dat snap ik. Ik ken maar weinig volkeren die afhankelijk willen blijven van een weliswaar vriendelijke, maar toch wel koloniserende macht. En Denemarken zei, nou, op zich is dat ook best wel een goed idee, vinden we prima, staan we positief tegenover. Maar dat betekent ook wel dat we niet meer, destijds was het iets van een blok grant van iets van 60% van hun nationale budget gaven. Zeiden ze, dat gaan we dan ook niet meer doen. En we gaan ook niet nog aanvullende diensten zoals een defensiesysteem en justitie. En dat gaan we ook niet meer doen. Dan moeten jullie dan zelf gaan doen. Nou, zeiden ze, ja, dat willen we wel. Ja, oké, maar dat moet dan wel betaald worden. Nou, welkom tegen de olieboeren, zeg maar. Even gesacheerd. Dus nou, dat we allemaal bij elkaar. Als wetenschapper fascinerend, kan ik nog 2 uur over doorpraten. Het is eigenlijk in een slangenkuil slangen gooien om het probleem te proberen te lossen. Ja, waarbij ik de vergelijking van slangen en oliebedrijven een beetje een spannende vind. Dus die zou ik niet willen maken. Maar de verandering die... je zou kunnen zeggen kwaad met kwaad bestrijden. Ja. Maar dat hangt een beetje af van je perspectief. Dus, maar goed, je bestrijdt het probleem wat je nu hebt met datgene wat de oorzaak is geweest van jouw probleem. Ja. Eigenlijk. Ja, ja. Zo bezien. En wat was jouw rol als antropoloog daar? Nou, ik heb daar onderzoek gedaan. En dan komen we ook weer terug bij de vraag die je ongeveer een kwartier geleden, denk ik, stelde. Maar wat ik daar gedaan heb, is gekeken, wat is de sociale impact van klimaatverandering of van ecologische veranderingen op een samenleving? En in Groenland ziet die impact er anders uit dan in Bangladesh, of dan in Australië, of dan in de United States, of dan in Nederland. Maar de veranderingen dat er veranderingen zijn, en hoe een samenleving daar dan op reageert, ja, dat gebeurt op heel veel plekken wel. Alleen de veranderingen zien er lokaal anders uit, maar de verandering is universeel.
of dat er veranderingen zijn, ja, is universeel, zo moet ik hem formuleren. Ja. En hoe de veranderingen er dan lokaal uitzien, dat is uniek. Ja. Dat is overal anders. Ja. En hoe een samenleving daar dan op reageert, is nog weer een slagje unieker, zeg maar. Ja. Maar nou ja, soms zeg ik, maak ik wel eens de vergelijking met, het was een beetje alsof ik in de toekomst keek, mm-hmm, toen ik daar was. Want daar zag je gewoon real-time de sociale impact van klimaatverandering. Nou ja, Nederland, ja, wat werken we er nou van? Mijn dagelijks leven is niet fundamenteel anders. En je ziet wel droge zomers. Dus er zijn wel inmiddels sectoren en beroepsgroepen en mensen die er wel veel last van hebben. Mm-hmm. Dus ik wil dat ook niet kleiner maken. Maar daar is het echt everyday business. Dus de klimaatverandering is daar heel erg echt. En hoe verhoudt dan dat onderzoek wat je gedaan hebt naar Groenland, ja, zich tot de vraag duurzaamheid is vooral, ja, een kwestie van organisatie, ja, en cultuur? Exact. Nou, dat was de brug naar de vraag van een kwartier geleden. Ja. Dus dankjewel. Super. Toen kwam ik terug in Nederland. Toen dacht, ja, ik, ja, oké, shit. We hebben best wel een groot probleem als wereld, zeg maar. Ja. Namelijk klimaatverandering. En dat is dan het probleem. Dan is het antwoord is dat we de dingen op een veel duurzamere manier moeten gaan aanpakken. Mm. Maar ik was antropoloog en het was ook nog 2010. Dus redelijk de piek van de financiële crisis. Dus ik had best wel moeite om een plek te vinden in het veld van duurzaamheid. Want wat er gebeurde was dat mensen mij vroegen, joh, kun je rekenen? Ja, nee. Ja, maar dan kun je niet de opbrengst van die windmolen op een bierveldje uitrekenen. Nee, dat klopt. En je kan ook niet even de business case uittekenen. Nee, dat klopt ook. Maar wat kun je dan wel? Ja, en daar ben ik heel erg in aan het zoeken geweest. Maar op een gegeven moment kwam ik een model tegen. Heeft een paar jaar geduurd, hoor. Nou, ik werkte voor... model laat ik nog heel even. Ik werkte voor grote energiebedrijven. Die een veel langere horizon hadden voor hun investeringen. Deed ik marktonderzoeken voor bijvoorbeeld. Of interne verandertrajecten. En hoe meer projecten ik deed, hoe meer ik ook zag... Verrek joh. Het gaat helemaal niet alleen maar over de technologische oplossingen. En het gaat niet alleen maar over de business case rond kunnen krijgen. En dat zag ik toen al gebeuren. En met de jaren kun je nu zeggen, oké, technologisch gezien kan er veel meer dan wat we doen. De business case kun je echt wel rondrekenen voor heel veel veranderingen. Maar we doen het niet. Hmm. Dus waar zit dat dan in? En toen kwam ik een model tegen dat zei, ja, als je serieus bent met People, Planet, Profit, zoals dat... Hoe heet het model? Ja, het heeft niet echt een naam. Okay. Maar er was een conferentie van een aantal wetenschappers. Die hebben zich in Finland, ik geloof een week of zo, in een conferentieoord opgesloten. Mm-hmm. Waren heel veel beta mensen, dus niet per se sociale wetenschappers, laat staan antropologen. En die zeiden, ja, als je nou met dat People, Planet, Profit bezig bent, hoe verhoudt zich dan tot cultuur? Want dat is zo belangrijk voor de manier waarop mensen dingen doen en de manier waarop we de wereld... Heb je wel eens een dagje niet aan cultuur gedaan, zeg maar? Hmm. Maar waar is dat dan? En toen zijn zij uiteindelijk met een model gekomen. Zeiden, ja, als je serieus bent met People, Planet, Profit, of met duurzaamheid, of met CSR, of met maatschappelijk verantwoord ondernemen, of met de Blue Economy, of geef de naam, dan ben je eigenlijk bezig met dat inbedden in het fundament onder waarom een groep mensen doet wat die doet. En dat kun je cultuur noemen. Dus als je serieus bent met People, Planet, Profit of duurzaamheid, laat ik het gewoon even zo samenvatten, dan ben je bezig met een cultuurverandering. Hmm. Dus dan helpt het als je snapt hoe cultuur werkt en als je ook weet hoe je het kan veranderen. Of dat je het kan veranderen zit daar nog tussen natuurlijk. En hoe je dat dan kan veranderen. Dus toen vond ik als antropoloog de plek in dat veld van verduurzaming. En wat ik dan doe is organisaties en bedrijven helpen en begeleiden in het verduurzamen van hun bedrijf. En dat gaat niet alleen maar over de techniek, maar dat gaat over veel en veel en veel meer. Ja. Wat hier eigenlijk gebeurt is dat klimaatverandering niet meer de oorzaak is of het echte probleem, maar een symptoom is van een dieper liggend probleem. En dat is de manier waarop we met elkaar omgaan. Of de systemen die we opgebouwd hebben, of de culturen die we opgebouwd hebben. Kan ik het een beetje zo stellen? Nee, ik denk dat klimaatverandering nog steeds wel het probleem is. Ik denk dat het moeilijk is om er een antwoord op te vinden om de redenen die jij aangeeft en ook om de wat je nu ziet. Het is ook er zit ook een ongelijkheid in de wereld en die helpt niet in het oplossen van het klimaatvraagstuk. Dus het is ook een verdelingsvraagstuk. Wie gaat zo meteen de rekening betalen? Zijn dat de individuen? Zijn dat de huishoudens? Zijn dat de bedrijven? Zijn dat de rijken? Dus daar haakt dat ook weer op elkaar aan. En daar haakt het ook aan op de manier waarop onze samenleving op dit moment
werkt en is georganiseerd. Ja. De reden dat ik het zeg, waarom ik denk dat het een symptoom is en niet het kernprobleem, is omdat ik me vaak afvraag waarom een olieplatform of een olieboommaatschappij doorgaat met datgene wat het aan doen is. Ja. En het kan niet zo zijn dat er alleen maar mensen wonen die, of mensen werken die slecht voor ogen hebben of het niet boeien wat er met de maatschappij gebeurt. Maar zij zitten in een systeem, in een cultuur waarin ze niet zomaar iets anders kunnen doen dan ze al doen. En ze worden op de manieren beloond die eigenlijk niet rekening houden met de schade dat ze aanrichten op datgene buiten. Ja. Dus dat is eigenlijk dat is waarom ik die vraag stel. Is het dan niet een symptoom in plaats van het kernprobleem? En het kernprobleem is de culturele instellingen die we hebben in bedrijven. Ja, dan ga je eigenlijk een soort van hiërarchie aanbrengen in wat is een groter probleem, zeg maar. En, Nou, of het causale verband. Ja, het causale verband. Ja, nou ja, ik denk wel dat klimaatverandering een gevolg is van de manier waarop. Ja, nou ja, wat dat betreft heb je misschien wel gelijk. De manier. Onze samenleving is nu ingericht op lineaire groei. Mm. Op de. Vanuit het idee dat er oneindig beschikbare grondstoffen zijn. Ja. Ja, dat is niet zo. Ja. Maar zo simpel is het gewoon. Dus wat dat betreft heb je misschien wel gelijk als je zegt, ja, als dat het ordeningsprincipe of het organiserende principe is van onze samenleving, ja, dan vloeit daar wel iets, dan is klimaatverandering daar wel een gevolg van. Tegelijkertijd kun je zeggen, ja, weet je, in het verleden zijn er ook wel ecologische veranderingen hebben in de geschiedenis van de mensheid plaatsgevonden. Hmm. En ook nog voordat er mensen waren er ook ecologische veranderingen. Dus, en na de mens zijn ze er ook. En na de mens zijn ze er ook, precies. Ja. Dus hoe lang moet je nog hebben? Dat weet niemand. Maar, Nee, dus in die zin, nou ja, ik vind het moeilijk om te zeggen, oké, het een is belangrijker dan het ander. Of het een is, komt voort uit het ander. En het een is een groter probleem dan het ander. Hmm. Maar het heeft absoluut wel, ligt heel erg dicht tegen elkaar aan. Ja, klopt. Ja. En wat is jouw rol als antropoloog dan bij het veranderen van die people, planet, profit gedachten? Ja. Dus je hebt die conferentie in Finland meegenomen. Je hebt dat model. Ik ben er niet geweest trouwens, hè? Nee, je hebt het meegenomen. Ja, precies. Dus ik heb het rapport. Rapport. Ja. En op een gegeven moment ging er een lichtje voor jou branden. Ja. Oké, dit is wat ik als antropoloog kan doen. Ja. Ja, op het moment dat je zegt, we gaan serieus bezig met duurzaamheid in onze organisatie of in onze voetbalclub of in ons, weet ik veel, maakt niet, in ons gezin, in je vriendengroep, in je buurtvereniging, het maakt niet uit als je met een groep mensen serieus bezig gaat met duurzaamheid, dan ben je eigenlijk met een verandering bezig. Want je zegt, we gaan het anders doen dan dat we het deden. Mm-hmm. En als je dat ten diepste tot in den echt helemaal gaat doen, dan ben je ook bezig met de cultuurverandering. Dus dan helpt het als je snapt hoe cultuur werkt. En dat is het echte domein van antropologen. Dus er zijn hele bibliotheken over volgeschreven door heel veel mensen die daar expertise op hebben, absoluut. En tegelijkertijd is het klassieke domein van antropologen om te kijken naar cultuur, om het te duiden, om het eventueel te vertalen. Dan ga je ook op een gegeven moment naar een spanningsveld van, oké, mag je het dan veranderen? Mm-hmm. Nou, dat is nog een heel debat. Mag je het dan veranderen? Mag je cultuur? Kun je cultuur veranderen? Mag je het veranderen? Dus er zit een heel ethisch debat ook meteen om me heen. Ja. En daar kunnen we het wel en kunnen we niet over hebben. Ja, maar, ik ben wel benieuwd, want kun je het veranderen? Ja. Waarom zou je het niet kunnen veranderen? Want als het bestaat uit de relaties tussen mensen en je verandert die relaties, of je verandert de mensen, dan zou de cultuur ook moeten gaan veranderen. Ja, toch? Maar kan ik jou veranderen? Ik denk niet in één dag, niet in een week, maar je hebt altijd een effect op mij. Ja, en daar zit hij dus. Dus kan ik met één actie, kan ik dan cultuur veranderen? Mm. En er zijn ook mensen die zeggen, ja, cultuurverandering, ja, dat is gewoon een beetje bullshit, want je doet iets en je hoopt dat er iets gebeurt. Mm. Maar ja, je directe invloed is beperkt. Mm. Nou, ik geloof wel dat je cultuur kan vormen en daarmee dus ook kan veranderen. Of bestendigen juist. Mm. En dan de vraag, mag het?
Dat is een ethische vraag natuurlijk. En als je heel goed kijkt naar de academische antropologie, dan wordt heel vaak... vanuit de antropologie is er een soort van cultuurrelativisme. Dat cultuur niet per se goed of slecht is. Mm. Je hebt ook geen hogere of lagere culturen. Het is alleen anders. Om dan nog een stap verder terug te gaan, zou je kunnen zeggen dat cultuur iets is wat een... je zou kunnen zeggen, cultuur is een uniek antwoord van een groep mensen op een universele vraag. Mm-hmm. En die vraag die is tweeledig. Een uniek antwoord op een universele vraag. Okay. Ja. En die universele vraag is tweeledig. En die is aan de ene kant, wat is als groep ons bestaansrecht? Mm-hmm. Wat hebben wij te doen op deze aarde? Mm-hmm. En aan de andere kant, hoe gaan we dat dan met elkaar regelen? Hoe gaan we dat dan afstemmen intern? Wie mag erbij? En dat soort dingen. En dit heb ik niet zelf verzonnen. Dit is bedacht door Edgar Schein. In de jaren 90 uit mijn hoofd. Mm-hmm. Maar vanuit, als je zegt, cultuur is een uniek antwoord op een universele vraag, dan kun je dus ook zeggen, iedere groep mensen heeft diezelfde vraag te beantwoorden. Mm-hmm. Alleen het antwoord is uniek. Mm-hmm. Anders. Mm-hmm. Maakt het dat beter of slechter? Als je die vraag aan een antropoloog stelt, zegt hij, nee, het is niet beter of slechter of professioneler of leuker of spannender. Het is allemaal niet. Het is gewoon anders. Dus daar zit, en antropologen noemen dat cultuurrelativisme, en daar tegenover staat absolutisme. Hmm. Dus je hebt, is het goed om iemand in zijn gezicht te slaan? Hmm. Of is het slecht? Nou ja. Het ligt aan de context. Als je zegt het ligt aan de context, dan zit je een beetje aan de kant van de cultuurrelativisten. Ja. Als je zegt het is heel goed of het is heel slecht, dan zit je wat meer aan de kant van het absolutisme. Hmm. En nu neem ik een onschuldig voorbeeld, maar het kan ook gaan over spannendere dingen, zoals Zwarte Piet. Het kan ook gaan over hele spannende dingen, zoals vrouwenbesnijdenis, dat soort dingen. Vind je het goed, vind je het slecht, of zeg je dat hangt van de context af? Of misschien een iets minder geladen iets, of relaties gevormd moeten worden door de betreffende ouders en die bepalen wie met wie gaat trouwen. Bijvoorbeeld, ja. Wie mag bepalen met wie je een huwelijk sluit of überhaupt met wie je uitgaat. Mm-hmm. Ja, nou ook. Mm-hmm. En antropologen die zeggen, nee, dat hangt van de context af, dat hangt van de situatie af. Iets, dat is relatief. Maar op het moment dat je gaat veranderen, zit er eigenlijk een soort van oordeel in. Ja. Want je zegt namelijk... Voordat we dit stukje pakken, want ik heb nog een vraag. Ja? Mijn vraag is, wat tel je als cultuur en wat niet? Want ik begrijp dat je kan zeggen, een cultuur in zijn algemeenheid, dat is relativistisch. Dat is, of dat is relatief goed of slecht of whatever. Ja? Dan moet je, daar kun jij vanuit jouw cultuur of vanuit westerse cultuur niet echt een oordeel vellen, want je oordeelsvermogen is gevormd door jouw cultuur. Dat begrijp ik. Maar er zijn in bepaalde culturen elementen die overduidelijk leiden tot lijden van de individuen binnen die cultuur. Dus bijvoorbeeld gedwongen huwelijken. Maar is dat deel van het cultuur? Dus zou je als cultuurrelevant zeggen, alleen maar kunnen zeggen, dat moet je laten hoe het is, daar kun je geen oordeel over vellen. Of kun je als cultuurrelativist ook zeggen, nou, ik zie dat daar duidelijk lijden door ontstaat, of dat een groot deel van de waarschijnlijk vooral vrouwelijke bevolking onder lijdt. Ja. En daar zou ik wel iets aan willen doen. Nou, het echte cultuurrelativistische antwoord is zeggen, ik weet niet of het goed of slecht is. Dus kan ik niet zeggen. Mm. Dus het is interessant, als je bijvoorbeeld kijkt naar de verklaring van de rechten van de mens. Mm-hmm. Dat is best wel een absolutistisch standpunt op het gebied van cultuur. Ja. En op het gebied van mensenrechten. Mm. En dat is interessant, want dat is dus, wie mag er bepalen wat normaal is? En wie mag er bepalen wat goed is en wat fout is? Mm-hmm. Wat mooi is, wat lelijk is? Wat waar is, wat niet waar is? Het gaat over macht. En een... Ik weet niet, een antropoloog, het echte cultuurrelativistische antwoord op jouw vraag is, nee, je kan niet zeggen of iets goed of slecht is. Het is een ander antwoord. Nee, dat snap ik. Ja. Maar wat ik niet snap, is dat je kan ontkennen dat er geleden wordt. En er is wel lijden, alleen de vraag is, wat is een goede oplossing? Mm-hmm. En de vraag is, misschien is het wel ongelooflijk functioneel in die sociale groep.
Dus misschien als je het gaat veranderen, ontstaat er alleen maar meer lijden. Dat kan ook nog zomaar. Ja. Of misschien heeft het wel een functie. Hebben we verschillende rituelen wel een functie. Waarvan wij zeggen, dat is hartstikke verkeerd. Maar als je in een laag dieper gaat kijken. Oh, wacht even. Er zit best wel wat in eigenlijk. Mm-hmm. Ja, snap ik. En dat is natuurlijk een spanningsveld. Want op het moment dat je gaat veranderen, dan zit er een oordeel in. Want je zegt eigenlijk, zoals het nu is het niet goed. Of het moet anders, het moet beter, het moet professioneler, het moet duurzamer. Dus daar, en ik geloof wel, ik denk dat we iets te doen hebben in deze wereld. Ik denk dat klimaatverandering een vraagstuk is, of zo niet een probleem, waar we echt alle energie op moeten gaan zetten. Ik denk dat het de grote uitdaging van de komende, misschien wel eeuw is. Mm-hmm. Dus ik geloof dat we moeten veranderen. Dus aan de ene kant ben ik best wel, zit ik aan de relativistische kant. Ja, moeilijk om te oordelen over goed, fout. En aan de andere kant vind ik echt wel iets van duurzaamheid. Of van de klimaatverandering. En van dat we dingen duurzamer moeten gaan doen. Ja. Dus. En daar schuift hij vanuit de antropologische. Of vanuit de academische antropologie. Naar de meer toegepaste antropologie. Mm-hmm. Waar je dus de vraag krijgt. Oké, ja, dankjewel voor je observatie. Maar wat gaan we ermee doen? Wat gaan we veranderen? Hoe kunnen we het beter maken? Kunnen we het anders maken? En daar zit dus wel een soort van paradigma. Stap of shift die je dan moet maken. Mm-hmm. Mm-hmm. Alleen in jouw werkveld zie ik de spanning niet zo heel sterk, want mensen komen naar jou toe en vragen om verandering. Niet altijd. Oké. Okay. Ik vind ook dat er, wat ik heel veel zie gebeuren, is dat de focus in de wereld van duurzaamheid heel erg ligt op technologische veranderingen en nieuwe business cases, nieuwe business modellen. En dat is op zich ook belangrijk, dat moet ook, maar dat is niet het enige wat moet. Sterker nog, dat is het begin. Dus als je echt door wil, als je echt serieus bent met duurzaamheid, dan moet je dat in je DNA verankeren. En dat hoor je nu wel steeds meer. En dat is een goed ding, denk ik. Maar dan moet je het in je cultuur verankeren. En in cultuur is normen, waarden, ongeschreven regels. Cultuur zit in gebouwen. Cultuur zit in hoe je gekleed bent. Cultuur zit in beloningssystemen. Cultuur zit in of je met de auto of met de trein. Er zit in al die dingen zit cultuur. Dus op het moment dat je zegt, we zijn serieus met duurzaamheid, en we doen wat technologische oplossingen. We hebben het huis geïsoleerd, of we hebben het kantoorpand geïsoleerd. En we hebben ook afvalsortering doen we echt heel netjes. We hebben ook nog zonnepanelen op ons eigen dak of op een bevriend bedrijfspand gelegd. Ja, nu zijn we klaar. Nee, dan begin je. Want hoe ga je al die andere dingen organiseren? En hoe ga je echt duurzaamheid in het DNA van je organisatie krijgen? Dat is volgens mij de vraag en de uitdaging. En dat is ook mijn rol, om daar bedrijven in te helpen. Alleen, ik vind vaak dat daar nog wel stappen verder in gemaakt kunnen worden dan dat een organisatie zelf vindt. En dat is natuurlijk, heeft ook te maken met budgetten. Dus hoeveel geld wil je in zo'n verandering stoppen? Geloof je ook in dat je cultuur kan veranderen en dat dit dan een goede methode is? Dus daar zitten we omheen. Maar, dus het is niet een walk in the park om even cultuur te gaan. Sterker nog, cultuur veranderen is een van de taaiste vraagstukken die er is. Ja, want je zit natuurlijk met allerlei verankerde patronen, met ideeën wat mensen hebben, allerlei machtsverhoudingen die daar spelen. Eerder in het gesprek was je ook enigszins huiverig om te zeggen, je kan cultuur veranderen, maar dat staat natuurlijk puur haaks op wat je aan het doen bent. Jij bent cultuur aan het veranderen. Ja. Culturen aan het veranderen. En ik was niet per se huiverig over of je cultuur wel kan veranderen. Maar dat is, maar dat is wel een vraag die mensen stellen. Ik sta ook best wel veel voor zalen. En dan vragen mensen, of die zeggen dan, Walter, je kan cultuur helemaal niet veranderen. Dus wat kom jij hier nou staan te vertellen? Sterker nog, I don't do culture. Ja, en dan zeg ik als antropoloog, volgens mij heb je wel eens een dagje niet aan cultuur gedaan. Ja, wat is het antwoord daarop dan? Wat je dan te horen krijgt? Ja, dat is natuurlijk een beetje grinniken en een beetje van, nee, eigenlijk niet. Nou ja, alsjeblieft. Alsjeblieft. Ja, everybody does culture. Wake up. Ja, ja. En het is fantastisch. Cultuur is ook heel mooi, hè. Cultuur heeft ook geregeld dat je van tevoren al een soort van weet wat je kan verwachten in een bepaalde sociale context. Dus als je naar een congres gaat, dan weet je van tevoren ongeveer wat je aan moet trekken om erbij te horen. En als je het verkeerd hebt aangetrokken, weet je dat ook meteen als je daar binnen loopt. Ik ben een beetje underdressed.
Of die stropdas die kan wel af. En dat is niet nodig. En dat jasje gooi ik ook nonchalant even over een stoel. Want ik ben iets te formeel. Dus je weet dat meteen. Dus nou, en dan kun je daarmee gaan spelen. Maar dat is allemaal al geregeld door cultuur. Ook de meeste congressen waar ik kom, zijn geen mensen naakt. Dat is al geregeld. Niet? Nee, niet. Nou, laat maar dan. Maar dat is al geregeld. Je zou kunnen 's ochtends voor je kledingkast kunnen staan en denken, nou, ik doe vandaag gewoon eens een keertje niks aan. Dat zou kunnen. Dat doen we niet. Dat doe ik ook niet. Ja, ik hoor nu al mensen denken van, tuurlijk doe je dat niet. Nee. Maar dat is jouw precies het punt dat je wilt exact. Maken. Exact. Ja. En op het moment dat je zegt, tuurlijk, ja, duh. Op het moment dat gezegd kan worden, dan zit je bij een culturele basisaanname. Ja. Dan ben je bij cultuur aanbeland. Ja, vet. En veel van wat ik begrepen heb van wat jij doet, als ik het heel kort moet samenvatten, is primitieve verhoudingen, primitieve culturen toepassen op corporate bedrijven. Nou, dat is spannend wat je nou zegt, hoor. Want wat in het woord primitief zit al een flink oordeel, zit al lading in ieder geval, precies. Dus ik zou liever zeggen tribale kennis, oude wijsheid. Want we hebben een verleden. Mm-hmm. En misschien zelfs wel, geloof ik in, zijn alle vraagstukken die we als mensen nu voor ons hebben, zijn alles een keer voorbijgekomen in de geschiedenis. Dus misschien dat ze nu lokaal net even anders zijn, maar hoe je je als samenleving aanpast aan een veranderende ecologische omstandigheden, ja, dat hebben we al wel eens eerder meegemaakt als mensheid. Bedoel je dat we de antwoorden ook al hebben gehad, of dat we de vragen hebben gehad en dat we nu opnieuw die vragen moeten stellen? In ieder geval hebben we de vragen gehad en we hebben er destijds antwoorden op gevonden, want we bestaan nog steeds. Dus volgens mij kunnen we leren van wat we al weten. En is er heel veel te leren op het gebied van leiderschap? Is er heel veel te leren op het gebied van samenwerking? Is er heel veel te leren op het gebied van hoe je omgaat en hoe je volhoudbaar en duurzaam omgaat met je plek in de leefomgeving? Dus zijn er heel veel van dat soort lessen zijn er te leren voor organisaties van nu die dat soort vragen hebben? En als je een voorbeeld moet noemen van dingen die we kunnen leren van bepaalde stappen. Even een andere vraag. Bedoel je onze eigen geschiedenis als cultuur die in Nederland ook ontwikkeld is? Of all over the... Kijk, van sommige dingen kun je wel leren en van andere dingen niet. Misschien dat je in Nieuw-Zeeland iets kan leren van hoe de mensen het daar 400 jaar geleden deden. Misschien niet. Maar als het wel zo is, laten we dat dan vooral doen. Dus ja, we kunnen dingen leren van hoe het in Nederland ging. Maar we kunnen ook dingen leren van andere plekken in de wereld. Hoe onderhoud je goede handelsrelaties? Hoe zorg je goed voor je eigen sociale systeem, voor jezelf, voor je familie en voor je dorp? Nou, dat is onder andere door bijvoorbeeld niet je natuurlijke hulpbronnen uit te putten. Dus op die manier, en dit is een beetje hoog over natuurlijk, maar door op die manier te gaan kijken naar tribale lessen, oude wijsheid, is er echt wel veel te leren. Of bijvoorbeeld, ik begeleid ook regelmatig fusies. En dat is lachen, want wat ik wel met enige regelmaat meemaak is dat er, en dat is een beetje gechargeerd, vergeef me, maar dat er op 1 oktober wordt gezegd, jongens, jullie zijn gefuseerd, is al aangekondigd een tijdje geleden, hebben jullie een mail over gehad. 1 oktober, we hebben een nieuw pand, we hebben ook een nieuw logo laten maken door een bureau, een nieuwe website natuurlijk, een nieuwe naam ook. Veel plezier, fusieorganisatie, jullie zijn gefuseerd. Maar, ja... Beste bruiloft ooit. Precies. Precies. Dan gaan die mensen dan ook meteen gezellig met elkaar samenwerken. En zijn de processen allemaal al goed op elkaar afgestemd. En vinden ze elkaar leuk. Op zijn best. Ja. Dus exact het voorbeeld wat jij nou geeft. Als je de metafoor gebruikt van een fusie is net een bruiloft. Of is net een huwelijk. Wat is er voor nodig om een goed huwelijk te hebben? Kun je echt wel een hoop dingen leren van hoe we all over the world huwelijken sluiten. Hoe doen we dat dan? En wat is er voor nodig? En als je daar iets dieper op ingaat dan? Ja. Nou ja, je moet elkaar ten eerste leren kennen. Anders kun je... Dat is lastig trouwen, zeg maar. Dus hoe... Ligt eraan in welke cultuur? Ligt eraan in welke omgeving. Dat is voor een deel waar. En de vraag is dat dan het recept voor een heel succesvol huwelijk als je elkaar nog niet kent en wel gaat trouwen? Dus dat is dan de volgende vraag. Maar je moet elkaar kennen. Nou, dat is spannend. Als je elkaar ontmoet, dan
dan worden. En vroeger pakte je dan je wapens. Want het kon heel leuk worden, maar het kon ook gevaarlijk zijn. Vraag eens door. Als je de vraag al gaat stellen, is deze manier van huwelijk voeren succesvol? Of is dat een recept voor succes? Dan ben je al een oordeel erin aan het vellen, toch? Een vraag aan het stellen. En wie bepaalt dan wat succesvol is? Oké. Ja. Dat is natuurlijk, en dat is altijd een machtsvraag. Ja. Wie bepaalt wat een succesvol huwelijk is? Is dat als de romantische liefde is? Mm. Of is dat als het een goede economische verbintenis is? Mm. I don't know. Dus ik weet wel wat ik voor mezelf het antwoord vind, maar ik vind niet dat ik dat antwoord voor iedereen in de wereld kan geven. Mm. Ik geloof wel in de romantische liefde. Mm. Maar op andere plekken in de wereld of voor andere mensen kan dat een heel ander antwoord zijn. Dus wat is een succesvol huwelijk? Dat is een belangrijke vraag om het met elkaar over te hebben. Maar goed, dan moet je moet elkaar ontmoeten. Je gaat een beetje flirten. Je gaat elkaar leren kennen. Je gaat ook een keer een moeilijke gesprek hebben met elkaar. Dan zeg je nog steeds, oké, we gaan ervoor met elkaar. We gaan ervoor. Ga je vrijgezellenfeest organiseren? Ga je een bruiloft organiseren? Als je al die stappen als in een zakelijke, professionele context niet zet. Laat ik het anders zeggen. Het is dan de uitdaging om die stappen uit het leven gegrepen te vertalen naar een, wat betekent dat dan voor onze organisaties? Ja. Dus hebben we eigenlijk wel een goede bruiloft gegeven? Weet onze familie, onze leveranciers, onze klanten, onze andere stakeholders, weten die wel dat we eigenlijk getrouwd zijn? En wat betekent dat dan voor hun? En welke taal gaan we spreken? Gaan we met Apple software verder of gaan we met Microsoft software verder? Op dat niveau moet je allemaal met elkaar gesprekken gaan voeren over wat betekent het dan nu dat we samen zijn gegaan? En gaan we met leverancier X of met leverancier Y verder? Hmm. Dus op dat nitty-gritty detail moet je je zakelijke huwelijk... En is dit dan iets waar jij dan voor pleit om dit met elkaar te bespreken en te bepalen? Of hoe zie je het precies voor je? Hoe je zo'n bruiloft vertaalt naar een zakelijke setting? Dus de vragen die je stelt, die snap ik. Maar hoe vertaalt dat zich dan naar een zakelijke fusie? Nou, dat is precies wat jij zegt. Dat is dus heel veel gesprek. Als je gaat trouwen, denk ik dat je huwelijk sterker wordt als je met elkaar af en toe een gesprek hebt over wie je bent, over wat je bezighoudt, over wat je waar je mee zit, wat je uitdagingen zijn, dat soort dingen. Dus met elkaar in een gesprek geef je betekenis aan de verandering. Dus wat gaat het nou voor ons betekenen dat we gaan fuseren of trouwen? Ja. Waar gaan we dan wonen? En als we wie mag er bepalen wat de nieuwe voertaal wordt? Jij komt uit de IT-wereld, ik kom uit de advocatuur en we gaan samen iets doen. Hoe gaan we common language vinden? Ik heb een veel strakker logo nodig. Nou ja, dus je moet allemaal dat soort gesprekken gaan voeren met elkaar over... Je moet betekenis gaan geven aan de verandering. Mm-hmm. En je moet met elkaar gaan zoeken naar wat is nou een goede oplossing voor ons allebei. Wat is nou een goede vorm voor ons allebei? Je kan zeggen, ja, hartstikke verliefd, leuk, roze wolk, is allemaal waar. Maar uiteindelijk zit je ook met elkaar in één huis. Ja. En dan? Dus op die manier is er heel veel te leren van de processen en de vraagstukken die we over de hele wereld al vele generaties, duizenden jaren met elkaar aan het oplossen zijn. En dit brengt me een beetje ook terug naar wat je wel eens gezegd hebt over organisatiestructuur. Mm-hmm. En hoe wij dat vaak vastleggen in hiërarchieën op papier neerzetten. Ja. Maar dat eigenlijk mensen zich niet op die manier organiseren. Ze organiseren zich om als tribes en om totems en dergelijke. Ja. Vertel. Nou ja, je kan wel. Als ik dan in een organisatie kom, dan word ik gevraagd om te komen onderzoeken of te komen adviseren of een sessie begeleiden, wat dan ook. Dan krijg ik vaak om te beginnen de structuur van de organisatie in de vorm van een organogram. Hmm. En als ik hem niet krijg, dan vraag ik erom, want het is namelijk een document wat heel veel laat zien. Hmm. En tegelijkertijd, als je dan gaat veranderen, dan wat we dan heel vaak doen, is het organogram, weet je, blokjes een beetje anders, wat meer naar links, of we doen veel platter, of we doen minder lijntjes of meer lijntjes. Blokjeschema anders georganiseerd. En dan zijn we verbaasd dat de mensen nog steeds doen wat ze al deden. Hmm. En dat komt namelijk omdat Piet, die zit dan misschien wel in een nieuwe business unit, maar die vindt het nog steeds fijn om met Marijn samen te werken. Dus daar is nog steeds een lijntje, daar is nog steeds een relatie. En dat betekent dus niet dat hij misschien
dat hij niet meer met Marijn gaat samenwerken, omdat hij nou eenmaal in een andere business unit zit. Nee, tuurlijk niet, want er is nog steeds een relatie in. En er is nog steeds aantrekkingskracht tussen directeur X en directeur Y. En die zijn dan nu wel, die zijn niet meer in hetzelfde MT, maar die aantrekkingskracht is er nog steeds. Dus we organiseren het in functies, maar we handelen naar relaties. Dat is wat we doen als mens. Dat is op zich niet erg, maar het is wel goed om je bewust van te zijn. Ja. Dus dan helpt het om te snappen, om niet alleen maar door de bril van je organogram naar je organisatie te kijken, maar ook om door de bril van het sociale verwantschapssysteem naar je organisatie te kijken. Hoe ziet dat er dan uit? Wie met wie? Wie niet met wie? Hey, waarom zit die afdeling, waarom is die zo afgelegen? Zijn die wel aangehaakt in de organisatie? Dus als je op die manier gaat kijken naar wat er in de organisatie gebeurt, dan geeft dat vaak een heel andere blik en een andere bril en ook een ander inzicht in waarom er gebeurt wat er gebeurt. En ik kan me niet voorstellen dat er iemand is die dit van jou hoort en zegt, nee, dat gaan we allemaal niet doen. Nee. We hebben het neergezet en zo werd het. Ik neem aan dat de meeste mensen begrijpen waar je het over hebt. Maar waarom denk je dat dan alsnog toch gehandeld wordt op hiërarchieën en op dingen die we al met elkaar afgesproken hebben, terwijl je weet dat mensen niet zomaar in een keurslijf te gieten zijn? Ja. Nou ja, daar kan ik op een aantal manieren wel antwoord op geven, maar niemand wil veranderd worden. Iedereen verandert, ik verander ook non-stop. Sterker nog, als ik hier een dag blijf zitten, als ik hier een jaar blijf zitten, ben ik ook veranderd, zeg maar. Dus we hoeven eigenlijk niks te doen voor verandering, maar ik vind het wel fijn als ik dat zelf doe, zeg maar. Als ik er zelf invloed. Ik wil niet veranderd worden door jou of door mijn baas, waardoor weet ik, daar heb ik geen zin in. Dus verandering is iets waar je zelf controle over wil hebben. Nou, dan is het interessant als de directeur ineens zegt, we gaan veranderen. Ja, dat heb ik al een keertje of 10 meegemaakt de afgelopen jaren. Dus dat is wel even goed. En verandering is ook eigenlijk een uitdaging, zo niet een aanval op de bestaande culturele ordening. Dus dat is spannend, want je gaat eigenlijk de hele cultuur zoals die nou is en de interne logica zoals die nou is, daarvan ga je zeggen, dat moet anders. En misschien ga je eigenlijk wel zeggen, dat is niet goed zoals het nu dan is. En op het moment dat je dat wel gewoon lekker vindt en aangenaam en fijn vindt, of niet, maar je weet in ieder geval wel waar je aan toe bent, dan is het niet prettig als er gezegd wordt, jongens, we gaan het allemaal anders doen. We gaan een fase van onzekerheid in. En hoe ziet het nieuwe er dan uit? Ja, dat weet ik nog niet precies. Dat moeten we nog met elkaar uitkristalliseren. Dus het is ook nog dat we met elkaar vrij slecht kunnen omgaan met het even niet weten en met onzekerheid. Dus veranderen brengt onzekerheid en een nieuwe sociale hiërarchie met zich mee. Nou, als jij lekker hoog in de sociale hiërarchie van een bestaand systeem zit, is het niet fijn als die verandering met zich meebrengt dat jij misschien wel veel lager in de hiërarchie terechtkomt. Want in het oude was een hele directe, iets wat hiërarchische manier van leiding geven. Dat was hoe we het deden. Dat was waarmee je ook hoog op de apenrots kwam. Maar we hebben bedacht, het moet allemaal, we moeten veel platter georganiseerd gaan worden. Veel horizontaler. En niet die directieve manier van leiding geven, maar veel meer coachend. En veel meer situationeel leiderschap. En veel meer in verbinding. En dan kun je misschien wel aanvoelen dat als je in het een goed bent, als leider of als directeur, dat je in het ander niet per se goed bent. Dus dat daar dan andere mensen hoog op die apenrots terecht gaan komen en jij zelf niet. Dus dan is het spannend om te zeggen, ja, ik vind het een goed idee. Dus verandering gaat ook om het begeleiden van statusverandering. En status is iets wat we vinden het allemaal ingewikkeld, vinden het moeilijk, streven ernaar. Is er niet, er wordt van alles over gezegd en geschreven, gaat ook over macht. En ja, dat is meteen een beladen thema. Wacht, status is er niet? Dan? Ja, dat wordt ook wel eens gezegd. Macht, ik vind het ingewikkeld, ik doe daar niet aan. Ja. Wake up, de rest van de wereld wel. Ja. Ja. En zou je dan ook pleiten voor platte organisaties of organisaties die hun hiërarchieën en structuren niet vastleggen, maar juist dat organisch laten groeien? Of hangt het af van de situatie zoals je eigenlijk al eerder al zei? Het hangt af van de situatie. En voor het een is het heel goed als het heel strak hiërarchisch directief is. Hè? En in een andere context is het helemaal niet handig. Dan weten de professionals hartstikke goed wat ze aan het doen zijn. Dan hoeven ze alleen maar af en toe gefaciliteerd te worden door een directeur die ze daar. Dus
wat je moet doen met elkaar, dat is waar ik in geloof, dus daar mag je natuurlijk ook iets anders van vinden, is dat je met elkaar daar betekenis aan moet geven. Wat past bij deze situatie? Wat hebben wij nodig als groep of als team of als afdeling of als tribe om wat wij te doen hebben, om dat op een goede manier te doen? Dat is waar je in het gesprek met elkaar over moet hebben. En welke antwoorden je dan geeft, ja, die zijn dus altijd uniek. Hmm. Want dan kom je dus weer op het stuk, wat is cultuur? Dat is een uniek antwoord op een universele vraag. Wat gaan we doen? Hoe stemmen we dat met elkaar af? En zou je dan zeggen dat een deel van jouw werk erin zit om tribe consciousness te creëren? Dat mensen bewust zijn van hun tribale relaties binnen een organisatie? Ja, misschien wel. Ik heb hem nog nooit op die manier geformuleerd. Maar dat vind ik op zich wel een grappige manier om te framen. Jason, kun je even trademarken? Ja. Ja. Want dat lijkt je eigenlijk te zeggen. Dat hoe een organisatie nu of traditioneel gemaakt wordt is... Er is een hiërarchie. Het zit op een bepaalde manier in elkaar. Jij komt daar binnen en je zit daarin. En je hebt daar eigenlijk verder niks over te zeggen. Nee. Je kan je daar wel een beetje in bewegen. En de relaties en menselijke relaties die daar opgebouwd worden, die zijn eigenlijk niet, die worden niet meegenomen in zo'n organisatie. Dus niet per se. En jij lijkt eigenlijk, wat je lijkt te doen is aandacht te vragen en bewustzijn te creëren voor die intermenselijke relaties en die cultuur die wellicht buiten die organogram ontstaat. Ja, vanuit de vraag, waarom gebeurt er niet wat we willen dat er gebeurt? Dus we hebben een organisatieverandering ingezet. Mm. We willen dat het allemaal, we vinden duurzaamheid heel belangrijk. En ja, maar de mensen doen het niet. En terwijl we toch het hele organogram anders gestructureerd hebben. En we hebben zelfs allerlei technologische oplossingen gedaan. Van alles gedaan, maar de mensen doen het niet. Dan zeg ik, ja, maar wat je aan het doen bent is een cultuurverandering. Een cultuur zit tussen mensen. Dus zie je wel wat er tussen mensen gebeurt. Mm. Snap je wel hoe... Niet snap je wel, maar... Laat me je helpen je eigen cultuurfoto te maken eigenlijk. Zodat je gaat begrijpen waarom er gebeurt wat er gebeurt. Want er is altijd een interne logica. Mm. Mensen doen niet zomaar iets. Er is altijd een interne logica. Dus ooit was het antwoord, het culturele antwoord, was een logisch antwoord op een situatie. Maar dat heeft zich genesteld in gebouwen en in wagenparken en in logo's en in allerlei ongeschreven regels. Dus cultuur manifesteert zich ook in fysieke verschijningsvorm. Hmm. Maar als je 20 jaar verder bent, heb je misschien nog steeds wel dat pand. En nou, die auto's waarschijnlijk niet meer dan, maar goed, waarschijnlijk nog wel hetzelfde logo. Maar misschien is dat culturele antwoord wat je 20 jaar geleden gaf, helemaal niet passend meer bij de huidige situatie. Dus ooit was het logisch om heel directief aan te sturen, of om een heel groot statig bedrijfspand te hebben waar iedereen lekker met de auto kon, veel parkeergelegenheid. Nu is het war on talent hartstikke moeilijk om mensen aan je te binden. Dus is het veel logischer om een heel transparant, flexibel nieuw werkconcept op een centraal station te hebben. Maar ja, je hebt nog wel dat oude statige kantoorpand in de bossen van weet ik veel waar. Ja. Dus op die manier is de interne logica, gaf toen een goed antwoord. Nu niet meer, maar dan helpt het wel als je... Dan kun je niet zeggen, vind het stom. Maar het helpt als je dan snapt waarom we toen deden wat we deden. Omdat je van daaruit ook kan gaan veranderen. En kan gaan snappen, oké, dan moeten we dit misschien gaan veranderen. Ik geloof niet dat ik... ik heb niet de wijsheid in pacht, ik heb niet de waarheid in pacht. Dus ik kan hoogstens zeggen, kijk, dit is wat jullie doen. Qua cultuur. Mm-hmm. Ik heb daar niet per se een oordeel. Kijk even in de spiegel. Mm-hmm. Dat is niet altijd leuk. Ik vind het zelf ook niet altijd leuk om in de spiegel te kijken. Dat is soms best wel confronterend. Beetje een boer met kiespijn, soms ook. Mm-hmm. Dit is wat jullie doen. Ben je er blij mee? Ja, 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 shit, doen we dat nou echt zo? Ja, we vinden diversiteit heel belangrijk. Maar als we nou eens kijken hoeveel ruimte er echt is voor verschil. Moi. Oké. En dan is de vraag, oké, en nu? En dan kan ik wel zeggen, nou, je moet dit doen, je moet dat doen. Aanbeveling, kan allemaal. Ik kan ook zeggen, joh, als we nou hier met z'n honderden bij elkaar, met 100 mensen bij elkaar zitten, is er al zoveel kennis, wijsheid, ervaring, talent, netwerk, expertise is in de zaal. Daar kun je echt een gigantisch probleem mee oplossen. Dus als je nou goed intapt op de wijsheid en de kennis die er allemaal al is, dan kun je echt wel dat probleem oplossen. En alleen dan moet je wel daar een goede vorm voor vinden, zodat alles wat er in die organisatie al is, alles wat er in die groep mensen ook is, gebruikt kan worden om een goed besluit te gaan nemen. Zeggen, oké, nou, als dit de situatie is,
en we vinden eigenlijk dat het anders moet, dan kunnen we zelf ook wel de antwoorden langzaamaan gaan geven. Hmm. En natuurlijk helpt het om af en toe een klein stukje kennis, psycho-educatie bij verandering noemen we dat wel eens, vanuit de antropologie, vanuit hoe mensen verandering doormaken. Als je dat ernaast legt, als je dat erbij geeft. Dus dat helpt wel. Maar mensen weten vaak heel goed wat er nodig is om te veranderen. Absoluut. En jouw rol is daarin om te zorgen dat de kennis van onderaf ook naar boven komt, naar de beslissende units in principe. Nou ja, misschien zou je zelfs kunnen zeggen, ja. Waarbij ik onderaf en bovenaf lastig vind, want daar zit, je zou kunnen zeggen, een directeur is ook onderdeel van de tribe. Dus die is, en natuurlijk is er altijd macht en one man, one vote doen we in organisaties meestal niet, want de ene stem is iets belangrijker dan de andere. Mm-hmm. Dat is op zich ook oké. Maar het helpt wel als je met elkaar een beslissing neemt waarin alle stemmen gehoord worden, waarin ook de stem van de minderheid gehoord is. Dus je kan wel zeggen, nou ja, 7 van de 10 vinden dat we naar links moeten. We gaan naar links. Je kan ook kijken, wat vinden nou die andere 3? En waarom vinden ze iets anders? En wat zit daar dan in? En kun je dat wel horen? En ze snappen ook wel dat als 7 mensen vinden naar links, dat dan naar links gaan. Maar dan helpt het wel als je ze hoort. Mm-hmm. Als je sorry, you've lost your vote. Ja, we gaan toch iets anders doen. En soms kun je je meerderheidsbesluit verrijken met de wijsheid van de minderheid. Hmm. Heel vaak zelfs. En wat bedoel je daarmee dan? Dit is het gedachtegoed van vanuit Deep Democracy. Dat is dat is ontstaan in Zuid-Afrika. Ten tijde van toen de apartheid werd afgeschaft. En wat er toen gebeurde was dat de macht verschoof. Mm-hmm. Van de blanken naar de lokale bevolking. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld om de, en dit is begonnen door Myrna Lewis. Zij is de grondlegger van deze methodiek. En om de energiecentrales te blijven runnen was de kennis van de blanke minderheid wel nodig. Maar de lokale zwarte bevolking, die had wel de macht. Alleen, en er waren heel veel spanningen die zich de decennia daarvoor hadden opgebouwd. Mm-hmm. Maar die kennis was wel nodig. Dus hoe ga je daar dan op een goede manier mee om? Dus hoe hou je energiecentrale open, terwijl je zelf in zo'n spanningsveld zit? Ja. Dus hoe kun je de wijsheid van een minderheid gebruiken? En hoe is dat in die specifieke situatie opgelost? Of hoe zijn ze dat aangevlogen? Nou ja, die kennis was nodig. Ja. Dus dan kun je er maar beter gebruik van maken en daarnaar luisteren. Dus in heel veel organisaties, wat er gebeurt, is dat ik zoek even naar een goed voorbeeld. Dat helpt misschien. We moeten gaan verduurzamen. Laten we gewoon een voorbeeld pakken wat dichtbij is. En vanaf nu moet iedereen met het openbaar vervoer. Dat is een hele duurzame maatregel. En je krijgt een luxe NS businesscard erbij. Ook nog eerste klas reizen, want kan de financieel ook nog vanaf. Allemaal geregeld. En mensen gaan het. Dus het is verzet. Niet leuk. Zo, en een deel van de organisatie zegt best een goed idee. En een deel van de organisatie zegt, dat is belachelijk. De directeur vindt dat helemaal. Mm-hmm. Dan kun je zeggen, nee, ja, we gaan het toch doen. Dat is belangrijk. Duurzaam, nieuwe wereld, 21ste eeuw. Dat is belangrijk. En je kan zeggen, oké, waarom zijn er nou mensen in de organisatie die het niet een goed idee vinden? Wat zit daar voor wijsheid in? En dan blijkt dat de salesdirecteur die zegt, als ik met de trein ga, word ik niet eens serieus genomen door de klanten waar ik kom. Want ik moet gewoon met een grote auto voorkomen rijden, want dat zegt iets over mijn status. Ik mag namelijk niet meer allerlei andere statussymbolen meenemen, maar mijn auto wel. Dus ik heb die auto nodig om mijn werk goed te kunnen doen, anders gaan mijn sales naar beneden. En als je op die manier gaat kijken, dan kun je zoeken naar een soort en-en-oplossing. In plaats van naar een iedereen met openbaar vervoer, klaar, belangrijk, gaan we doen. Hmm. Kijken naar, oké, hoe kunnen we nou gebruik maken van de wijsheid van de minderheid? En er zal iemand anders zijn die zegt, joh, ik heb die NS Business Card helemaal niet nodig, want ik woon op 4 kilometer afstand en ik ga veel liever met de fiets. Sterker nog, ik zou wel een elektrische fiets willen, want die kan ik ook privé gaan gebruiken. Als je had gezegd, nee, meeste stemmen gelden, NS Business Card klaar,
dan had je niet die wijsheid van die meneer die op de fiets wil, die salesdirecteur die met de auto wil. En nog andere voorbeelden, daar had je dan geen gebruik van kunnen maken. Dus die stem van die minderheid, daarmee kun je een veel rijker besluit nemen. En als je er goed naar luistert, voorkom je ook allerlei gedoe, want mensen gaan zich gehoord voelen. Hmm. Als mensen zich niet gehoord gaan voelen, dan krijg je vaak allerlei vormen van sabotage en van gedoe. En dan gaat het al lang niet meer over waar het over lijkt te gaan. Dan gaat het over dat mensen zich gehoord voelen. Over dat gehoord voelen, je had ook eerder vandaag over dat die dialoogvorm wat je bedacht had. Ja. IJsvuur. Ja. En dat is volgens mij een heel goede manier om een dialoog te faciliteren vanuit een tribale gedachte. Ja. Ja, vind ik ook. Ja, leg maar even uit. Ja, cool. Ja, nou ja. Want dan komen we denken op een heel concreet iets. Ja. Over hoe pas je dit nou allemaal toe? Nou, je zou kunnen zeggen dat cultuur ontstaat in interactie en besluitvorming. Mm-hmm. Dus om cultuur te vormen, cultuur te veranderen, cultuur te bestendigen, helpt het om hele goede interactie te organiseren, hele goede dialogen. En de plek waar dat van oudsher gebeurt, is het kampvuur. Hmm. Daar heb je met elkaar betekenisgevende, zingevende gesprekken die anders zijn dan, schat, heb je de boodschap al gehaald? Hmm. Daar gaat het veel meer over, hoe gaat het met je? En hoe kijk je naar de komende paar jaar? En dat soort gesprekken moet je dan gaan hebben. Dus om betekenis te geven aan een verandering, heb je, en om cultuur te vormen, helpt het om hele goede dialogen te organiseren. En wat ik heb, daar zijn ook methodieken voor, die gebruiken. Deep Democracy is er eentje van. Kampvuurgesprek te zitten, dat is een gespreksmodel wat we veel gebruiken. En wat ik daarbij heb bedacht is dat om heel zichtbaar te maken wat er in de wereld aan het gebeuren is, namelijk klimaatverandering, ecologische verandering, smeltend ijs op Groenland, heb ik een groot ijsblok in een ruimte gezet. Mm. Bij wijze van kampvuur. Dus we hebben hele goede dialogen rond het kampvuur. Alleen het kampvuur is niet een kampvuur, maar een ijsblok. En dat ijsblok is ten tijde van het gesprek aan het smelten. Dus als we met elkaar niet in staat zijn om het goede handelingsperspectief te vinden, in actie te komen, dan hebben we aan het eind geen ijsblok meer. En in metaforische zin hebben we dan aan het eind niet een planeet waar het fijn wonen is. Hmm. Laat ik het zo formuleren. Dus het ijsvuur is een herdenking van het kampvuur. Maar tegelijkertijd is het ook een symbool voor de ecologische dreiging die niet te stoppen valt. Exact, het is een metafoor voor een kampvuur. En het is een metafoor voor ecologische verandering. Die hopelijk wel te stoppen misschien niet. Maar wel waar we ons aan kunnen aanpassen. En waar we wel actie in kunnen nemen. En ook wat je eerder zei, het gesprek komt ook terug. Leuk die inzichten, maar wat gaan we ermee doen? Ja, en nu? En nu? Wat betekent dit voor ons? En dan kan ik wel weer van buiten zeggen, nou, dat betekent dit en dit en dit en dit. Maar een verandering is veel sterker als mensen het zelf gaan verzinnen. Dus als ze met elkaar betekenis geven aan, oké. Dan moeten we misschien met elkaar wel met de trein en onze NS Business Card naar ons werk gaan. Of moeten we misschien wel een dag in de week minder vlees eten. Of moeten we al die pleziertripjes maar niet meer doen. Dus voor iedere groep mensen, hoe groot of hoe klein, dat kan voor je gezin zijn, voor je voetbalclub, voor de bridgevereniging of voor je organisatie in je multinational, moet je betekenis gaan geven en moet je gaan laden wat duurzaamheid betekent. Dus in organisaties wordt heel vaak gezegd duurzaamheid kernwaarde. Nou, dat is mooi. Maar het betekent iets anders voor de mensen van de productieafdeling dan voor de mensen van marketing en sales. Hmm. En duurzaamheid betekent ook echt iets anders voor de mensen in de board of voor mensen van inkoop. Dus je moet lokaal betekenis geven aan wat duurzaamheid dan voor jou betekent, voor jouw rol of voor jouw functie. Dus wat moet ik gaan doen dan? En wat moet ik niet meer gaan doen? En wat moet ik leren? En welke kennis heb ik nodig? En daar moet je tijd en ruimte voor creëren, aandacht voor creëren, om dat soort gesprekken te kunnen hebben, waarin je dus betekenis geeft aan de verandering. Dus is het dan heel simpel te zeggen dat zolang mensen tijd creëren om die zinvolle gesprekken te voeren, dat ze dan vooruitkomen? Is dit eigenlijk het essentiële punt waar we hiermee te maken hebben, waar jij dan als antropoloog op in kan haken, dat we geen tijd maken voor gesprekken waarin we ons nou afvragen wat we precies aan het doen zijn als cultuur? Ja,
met de maar dat alleen het creëren van tijd niet genoeg is. Dus het gaat ook wel om dan ook dat echt dat goede gesprek te hebben. Dus hoe vaak komt het niet voor dat je met z'n tweeën aan een tafel zit en dat je allebei naar je telefoon zit te kijken? Dus dan heb je wel de tijd, maar dat maak je dan niet gebruik van om met elkaar zo'n betekenisvol gesprek te hebben. Ja, precies. Dus dat is dan nog wel de uitdaging. Maar goed, als je geen tijd hebt, dan heb je dat gesprek natuurlijk sowieso niet. Zo simpel is het ook. Ik realiseerde me ook net toen je aan het vertellen was over ijsvuur en dat kampvuur van oudsher, dat plek is waar we ons verzamelen. Ja. Dat in veel huizen is het interieur ingericht om de tv. Ja. Dus dat is eigenlijk het kampvuur geworden waar we nu mee te maken hebben. Ja, denk ik wel. En ik weet niet hoe negatief dat is. Het negatieve is dat het lokale karakter van een gezin of van een familie eigenlijk bepaald wordt en steeds passiever wordt door media. Ik weet niet of het passiever wordt, maar wel anders. Nou, wordt passiever omdat je geen actieve deelname hebt aan datgene wat je aan het bekijken bent. Oké, wil ik als gedachte-experiment u meegaan? Ja. Je hebt geen actieve deelname aan het vormgeven wat datgene is waar je naar aan het kijken bent. Dus het is een kampvuur waar je eigenlijk alleen maar als... In staart en toehoorde bent. Ja. Maar tegelijkertijd ziet wel iedereen, als we even de jaren 60 pakken, iedereen in het hele land hetzelfde. Ja. En dat zorgt ervoor dat iedereen wel dezelfde kampvuur ziet. Dat weet ik niet, want je interpreteert het ook allemaal weer anders. Hmm. De ene zegt klimaatverandering is een ecologisch vraagstuk. De volgende die zegt nee, het is economisch. De volgende zegt nee joh, het is een kwestie van cultuur. Weer iemand zegt nee, want het is een verdelingsvraagstuk. Mm. Je kijkt allemaal net hetzelfde. Hey, zet zo'n ding op tafel, wat zie jij? Mm. Ik zie zilver. Nee man, dat is aluminium. Mm. Oh, oké. Dus je kan naar hetzelfde kijken en het anders interpreteren. En die interpretatieslag, die wordt voor een deel bepaald, beïnvloed door uit welk cultureel frame je kijkt. Mm-hmm. En mijn punt zou dan zijn in dit geval dat die interpretatieslag dan wanneer huizen en families en weet ik veel wat dan ook steeds meer geordend zijn om die tv als kampvuur, mm-hmm. dat die interpretatieslag steeds verder beïnvloed wordt om hetzelfde frame te hebben. Dus we herhalen een leugen vaak genoeg en het wordt een waarheid. Ja, oké, ja. Dus wat ik eigenlijk zou willen zeggen is dat die interpretatieslagen of die manieren van interpretaties steeds gelijker worden naarmate mensen steeds meer hetzelfde kijken. Ja, maar ik vraag me af of steeds meer mensen hetzelfde kijken. Inderdaad, dus terwijl ik al zei, dacht ik al van volgens mij is dat niet meer aan de orde, want... Nee. Ik weet ook niet of de meeste huizen tegenwoordig nog steeds geordend zijn om de tv. Ik denk dat daar wel een shift in is. Ja. In zit. Nou ja, het gaat uiteindelijk over... Ik vind het op zich denk ik wel dat de metafoor klopt dat het kampvuur een beetje... Of dat de televisie een beetje de plek van het kampvuur is geworden. Alleen de vraag is, vinden daar dan nog die betekenisgevende gesprekken aan plaats? Hmm. Soms wel, soms niet. Maar waar het uiteindelijk over gaat, als je wil veranderen, als je cultuur wil veranderen of als je organisatie wil veranderen, is dat je met elkaar hele goede, mijn collega Jitske Kramer, die zegt, woest aantrekkelijke dialogen hebt. Waarin ook echt gezegd wordt wat gezegd moet worden. En als je dat kan met elkaar, ja, dan ben je sterk. En dan kun je die verandering met elkaar wel aanpakken en vormgeven. Maar verandering is ook spannend. Ja. En als je door de... Zal ik daar... Ja? Als je door de bril van de... Van de antropologie kijkt naar verandering, dan zitten daar drie stappen in plaats van twee stappen. En wat ik heel veel zie in organisaties, is dat we veranderen. Oh, wat is de eerste, wat is normaal gesproken de twee stappen dan? Van iets naar sol. Van oud naar nieuw. Oké, ja. Van 31 december naar 1 januari. Ja, nou, oké. Die is redelijk onomkeerbaar, maar goed. Ja. Terwijl als je door de bril van de antropologie kijkt, dan zitten er eigenlijk drie fases in. Mm. Van een oud naar een nieuw, via een soort van ondertussen. Waarin je even niet meer het ene bent en nog niet het andere bent. Overgangsperiode. Puberteit. Exact. Ja. Puberteit of als je van de lagere school naar de brugklas gaat. Mm-hmm. Dan ben je in de zomer. Ben je dan nog lagere schoolleerling? Nee. Ben je dan al brugklasser? Nee, ook nog niet. Mm. Dan ben je gewoon even... Antropologen noemen die... Precies wat je zegt, overgangsfase. Antropologen noemen dat de liminale fase. Mm. Je zou ook kunnen zeggen het ondertussen.
Mm-hmm. En die heb je ook precies de puberteit wat je zegt, maar ook het krijgen bijvoorbeeld van een kind. Mm-hmm. Of trouwen met je partner. Wat is dan de liminale fase in een... Nou, de liminale daarvan is dat je eerst nog geen kind hebt en dan op een gegeven moment wel. En je hebt een overgangsperiode, een tussenperiode. Een zwangerschap. De zwangerschap. Dus als je hem helemaal plat slaat in tijd, dan is dat de zwangerschap. Maar het is ook even, in die tussenfase geef je betekenis aan het nieuwe. Dus je weet even niet wat er op je af gaat komen. Je weet niet wat er straks in de brugklas allemaal van je verwacht wordt. Dat is best wel spannend. Hmm. Dat is ook onzeker. Maar in organisaties dus ook. We gaan fuseren. We zijn op 1 oktober gefuseerd. Maar we moeten wel eerst betekenis met elkaar geven aan hoe ziet dat er dan uit? Wat verandert er in mijn baan? Met wie moet ik gaan samenwerken straks? Gaan we met Apple of met Microsoft? Dus die betekenisgeving via zo'n soort van onzekere tussentijd, die is heel belangrijk. Alleen die slaan we vaak over. Of die verkorten we. Dus overslaan of verkorten. Omdat het heel oncomfortabel is. En er is best wel veel onderzoek naar gedaan. Je zou het een soort van kunnen vergelijken met... in neurologisch opzicht, als je verliefd bent op iemand, maar je weet nog niet of die ander ook op jou is. Dus het kan heel leuk worden. Fantastisch, tof. Maar het kan ook gewoon verschrikkelijk spannend, stom, met de sisser aflopen. En je beloningscentrum, maar ook je strafcentrum in je hoofd worden allebei tegelijkertijd geactiveerd. Dus een soort van kortsluiting. Ja, wat ze ook wel eens noemen een prela. Een prela. Precies. Dus dat kan heel leuk worden, maar het kan ook met een sisser aflopen. Of gewoon eigenlijk, als je het wel had gewild, dan is het echt niet leuk als dat afloopt. Ja. Dus, maar dat is onzeker. Dus ook in organisatieveranderprocessen gaan we vaak zeggen, nee, we willen heel snel duidelijkheid over het nieuwe functiehuis, over nieuwe salarisstructuren, over nieuwe leiderschap, over een aantal MT-leden. We gaan heel snel op zoek naar antwoorden, maar we stoppen even niet om de vragen te formuleren. Ja, eigenlijk wel. En ook om het oude los te laten. Ja. En te zeggen, oké, dat is niet meer. En hoe gaat het nieuwe er dan uitzien? Nou, dat moet je met elkaar betekenis geven. Alleen dat vinden we spannend, dat vinden we onzeker, oncomfortabel, snel duidelijkheid, want dat vinden we allemaal fijn. Ja, terwijl die fase is wel heel belangrijk voor een duurzame verandering, voor een verandering die ook beklijft. Ja, en ik heb ook het idee dat deze bewustzijn steeds meer aan het opspelen is. Dat bedrijven steeds meer inzicht krijgen of zich realiseren dat het oude hiërarchische vaststellen niet meer werkt. Is dat iets wat jij terugziet of juist niet? Nou, ik zie wel een verandering. Maar als je zegt het oude hiërarchische werkt niet meer, dan ben ik dat niet helemaal met je eens. Want op sommige plekken werkt het nog heel goed. En op sommige plekken is het ook heel fijn dat het zo is. Het is ook best wel fijn dat er duidelijke aansturingslijnen zijn in een oorlogssituatie. Dat is best fijn dat het leger dan dat er duidelijk één commandant is. En dat is goed. Dus, dus ik zeg niet dat het per definitie dat het oude slecht is of niet meer werkt. Of weet ik wat dan. Mm-hmm. Tegelijkertijd denk ik wel dat er steeds meer ruimte is en bewustzijn is dat cultuur niet alleen maar met andere structuren kan veranderd worden. En dat het ook belangrijk is om naar de menselijke kant van verandering te kijken. En dat het helpt om daar dialoog over met elkaar te voeren. Hmm. Ik denk wel dat dat aan het veranderen is. Ook als je kijkt naar de boeken die nu geschreven worden. Het soort vragen wat er in veel organisaties en bedrijven gesteld worden. Dus het is wel in beweging, het is wel in verandering. Denk je dat we als wereld in een soort van liminale fase aan het komen zijn? Aangezien we eerst een systeem hadden die heel goed heel veel welvaart heeft gecreëerd en heel veel vooruitgang. Ja. En nu komen we echt tegen de grenzen daarvan aan en weten niet zo goed wat dan de andere manier is. Ja, ik denk dat we nu met z'n allen echt collectief maximaal liminaal zijn. Ik denk dat de energietransitie een hele grote liminale fase is. Dat denk ik echt. Mm-hmm. Want we zien, het oude is er niet meer. Dat is aan het verdwijnen. En natuurlijk nog wordt aan alle kanten tegengestribbeld. En allerlei belangen die je dus ineens ook paf boven ziet komen.
En tegelijkertijd wel een groeiende realisatie, een groeiend bewustzijn van, oké, dat kan niet meer op die manier. We zijn nu met z'n allen in dat ondertussen, mm-hmm. in een soort van moeras van mogelijkheden, uitdagingen, gebeurt van alles, experimenten, weet ik veel. We zijn met z'n allen betekenis aan het geven aan het nieuwe. Mm. En dat is nog niet uitgekristalliseerd. En in dat ondertussen, ja, dat is wel oncomfortabel, want dat is niet altijd leuk, maar dat is wel belangrijk. Dus volgens mij is dat precies, is de duiding die jij daar geeft, is spot on. Klopt, zo zie ik het. Ja. En zou je dat, dit wat jij nou met bedrijven aan het doen bent, zou je dat opschalen op nationaal globaal niveau? En hoe zou dat eruit zien als je dat zou doen? Ja, dat is een leuke vraag die ik mezelf ook wel eens gesteld heb. Kijk, ik denk wel dat het. Ik denk dat er een cultuurverandering nodig is. En dat om duurzame, volhoudbare samenleving te bouwen, waarin we een gezonde relatie hebben, waarin mensen een gezonde relatie met elkaar hebben, maar ook met hun natuurlijke leefomgeving. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat om een cultuurverandering vraagt. Ik vind het alleen lastig om te praten met de samenleving. Ik kan makkelijker praten. Mijn werkeenheid, ik kan makkelijker praten met een team of een afdeling of een organisatie of een bedrijf. Ja. Ik vind het moeilijk om te praten met de samenleving Nederland. Mm. En dan, ja. Staan met de wereld. Laat staan met de wereld. Ja. Ook als je aan mij vraagt, wat is nou de cultuur van Nederland? Ja, zeg het maar. You tell me. Dat is waar al die gesprekken nu op dit moment, of nou ja, gesprekken, dat is dan een vriendelijke... debat. Dat is waar een stevig debat over wordt gevoerd, ja. Wat niet altijd vriendschappelijk is. Dat is ook wat er nu in Frankrijk aan het gebeuren is, met de gele hesjes. Ja. Wat is de cultuur van Frankrijk? Hoe vinden we dat onze samenleving zou moeten organiseren? Dus dat gaat ook over wie bepaalt hier wat normaal is. En wie bepaalt hier hoe de middelen verdeeld worden. Mm. En wie bepaalt hier wie moet opdraaien voor hogere benzineprijzen. Zo denk je dat wat in Frankrijk gebeurt analoog is aan wat er in Groenland gebeurt is ten tijde van jouw studie? Of wat er nu aan de hand is in Frankrijk? Op welke manier zou dat analoog zijn? In Frankrijk zijn in principe nu ook heel veel mensen uit de onderklasse aan het opkomen. En ze zien dat dat zij eigenlijk de rekeningen moeten betalen voor globalisering en klimaatverandering. Mm-hmm. Denk ik tenminste. Ik zit er niet helemaal in, maar dat is volgens mij een beetje de stelling. Ja. En in Groenland zag jij dat de lokale vissers eigenlijk de prijs aan het betalen waren voor klimaatverandering. Ja. En dat de industriële vissers daar niet de grote problemen mee hadden. Ja, minder. Ja, ja. Ja. Ja, ik denk dat tot zover gaat de parallel wel op. Alleen er was daar de halve revolutie die je nu in Frankrijk ziet plaatsvinden, heb ik daar echt niet gezien. Nee, ook niet een klein beetje. Gewoon niet. Dat heb ik daar niet gezien. Maar ik denk wel dat het een verbonden vraagstuk is. Het gaat namelijk ook over een verdelingsvraagstuk. Wie moet er gaan betalen voor de maatregelen die we als samenleving moeten nemen om ons aan te passen aan een veranderend klimaat. Mm. Wie moeten dat zijn? Zijn dat de gewone burgers, zoals jij en ik? Mm. Zijn dat de vermogende mensen? Zijn dat de bedrijven die nu veel ontzien worden? Wie moet dat gaan betalen? En volgens mij, wat je in Frankrijk een beetje ziet, maar ik zit er ook niet 100% in, maar wat je daar volgens mij ziet, is ook een middenklasse die zegt, ja, hallo, hoezo wordt die rekening bij ons neergelegd? Mm. Dat is niet oké. Op een iets minder vriendelijke manier wordt dat dan gezegd. Ja. Dus het is, ik denk dat het klimaatvraagstuk, maar ook het migratievraagstuk, dat uiteindelijk gaat over dat het een verdelingsvraagstuk is. Ja. Wie. Ja, en dat verdelingsvraagstuk is echt, wat mij betreft, ook echt een pervers probleem. Want er zijn op dit moment natuurlijk ook heel veel ontwikkelende landen die door een bevuilende industrie veel welvaart kunnen creëren. En wat doe je daarmee? Ja. Wij hebben 10, 20 stappen gezet en na die 20ste zagen we, oh shit, de laatste 15 waren echt verschrikkelijk. Ja. En nu zien we dat zij het ook willen doen. Ja. Wat zeg je dan? Zeg je dan, nou, mag niet. Mag niet? Of zeg je dan, oké, jullie ook, maar daarna echt niet meer. Dat is, ja, ik zou niet weten hoe je daarmee om moet gaan. Ja, ja, dat moeten we daar ook een ijsvier voor hebben? Moeten we daar een? Ja, nou ja, dat is denk ik wel heel goed. Nou ja, sterker nog, op dit moment vindt er in Polen een soort ijsvier plaats. Want daar is de COP24, de klimaattop van de VN. Die vindt er daar op dit moment nu plaats, deze week. Dus de tweede week. Maar het is wel, dit is precies waar het over gaat. En dat is ook een van de redenen waarom het zo stroef gaat. Want ik...
Dat is een duivels dilemma. Mm. En tegelijkertijd kun je er op verschillende manieren naar kijken. Je kan zeggen, ja, wij hebben die stappen gezet, dus we kunnen dat iemand anders niet ontzeggen. Dan kan ik zeggen, ja, wij hebben die stappen gezet, maar we hebben voortschrijdend inzicht. Dus we zien eigenlijk dat het helemaal niet zo handig is voor de samenleving en de planeet. Dus jullie moeten dat eigenlijk niet doen. En dan zeggen die landen die dat nu aan doen, de ontwikkelende landen, die zeggen, ja, maar hoezo zeggen jullie dat? Want jullie zijn er rijk van geworden, dus wij willen dat ook. Mm. Dus ik denk dat uiteindelijk een soort van morele verantwoordelijkheid ligt bij bij de rijke, ik wilde zeggen westerse, maar bij de rijke landen, om daar een groter stuk van de verantwoordelijkheid in te nemen. Maar dat is meteen een hele spannende. Want? Nou ja, dat betekent dus dat een Nederland of een Verenigde Staten of een Europese Unie beduidend meer moet gaan betalen in termen van klimaatadaptatie. Sterker nog, dat wij misschien wel de wat armere of ontwikkelende landen moeten betalen om dingen niet te doen. Hmm. Of alternatieven moeten aanbieden. Precies, maar dat betekent dus dat jij en ik daar belasting voor moeten gaan betalen, die niet in Nederland worden uitgegeven, maar op een andere plek in de wereld. Ja, nou ja. Wat zou je daarop zeggen? Vanuit global perspectief gezien, denk ik, top idee. Als individu voel ik ook meteen dat ik denk, ja, hallo. En ik geloof er wel in, dus mijn eindantwoord zou zijn, top idee. Maar dat lijkt me voor een politicus nog steeds wel moeilijk te verkopen. Ik ben blij dat ik geen politicus ben. Ja. Maar ja. Dus ik denk dat er een morele verantwoordelijkheid ligt bij de rijkere landen om financieel een zwaarder stuk van die verantwoordelijkheid te nemen. Ja, ik denk ook dat zeker als jij aan de top staat van wat dan ook, economisch gezien qua welvaart, en zeker omdat je geprofiteerd hebt van dingen, dat je ook de morele verantwoordelijkheid hebt om dat op de een of andere manier terug te geven. Ja. Op wat voor manier dan ook. Ja. Het probleem waar je mee zit alleen, is dat jij misschien als land welvaart, veel welvaart hebt, maar niet elke inwoner in jouw land heeft die welvaart. Dus hoe ga je dan daar weer mee? Ja, exact. Nou ja, en dat is dus ook precies het gele hesjes vraagstuk op dit moment. Hmm. Ja, moet dan, stel je zegt, oké, als Europese Unie nemen we een grotere verantwoordelijkheid, oké, hoe ga je dat dan binnen de Europese Unie verdelen? Nou, dan oké, daar weer de rijkere van, waarvan Nederland waarschijnlijk ook wel erbij hoort. Mm. Nou, ga je kijken binnen Nederland. Hoe gaan we dat dan weer verdelen? Mm. Gaat de middenklasse dat betalen? De hoge of de bedrijven? Dus het is op al die niveaus is het een verdelingsvraagstuk. Ja. Waar ga je uiteindelijk de pijn en de lasten laat staan dat we in een democratie leven waarbij de meerderheid kan zeggen, dit gaan we gewoon niet doen. Want wij kiezen voor de partij die voor ons kiest. Ja. Wij kiezen voor een FVD of een BNV. Die maken het allemaal niet zo moeilijk dan. Nee, en dan wordt die helemaal spannend. Ja. Ja. Dus, ja. deze vraag stelde ik namelijk René ten Bos ook al. Geeft deze klimaatverandering, geeft hij misschien de grenzen aan van wat we kunnen doen met democratie? Dus we zitten misschien in een liminale fase van het einde van naar een nieuw rechtsvorm die anders is dan een democratie. Ja, of misschien. Moet je daar nog in komen? Moet ik even over nadenken, maar ik ga gewoon al praten en doen. Dus misschien, misschien zeg ik wel echt domme dingen zometeen. Maar ik kan me voor. De vraag is, wat is een beter alternatief? Nou, daar heb ik niet meteen één op één een antwoord op. Maar ik kan me wel voorstellen dat de democratie een upgrade kunnen geven. En wat er nu vaak gebeurt is, een beetje de meeste stemmen gelden. En de stem van de minderheid, die verdwijnt helemaal. En er wordt ook nog veel, wat wel aanstipt, er wordt nog veel fake news de wereld ingeslingerd. Op basis waarvan beslissingen worden genomen. Al dan niet de goede kant op voor het klimaat. Mm. Ik denk dat de democratie. David van Rijbroek heeft er ook een mooi boek over geschreven. Ik weet even niet uit mijn hoofd hoe dat heet, maar dat is wel een mooi. Tegenverkiezing heet dat volgens mij. Hmm. Dat is wel mooi. En hij zei, democratie is, er zit ook iets arbitrairs in. Dus je zou ook kunnen experimenteren met andere vormen. Ik denk dat we veel meer naar een een soort participatie. Ja, dat is een beetje een slecht woord, participatiesamenleving. actievere deelname aan
aan het vormen van de samenleving en aan het beleidsvorming is meteen een beetje een flauw woord, maar je stemt nu één keer in de vier jaar voor de nationale verkiezingen en daarna ben je een soort van hoef je even niet zoveel meer, zeg maar. Ja, dan mag je nog stemmen voor de gemeenteraad en eventueel nog voor een waterschap of zo. Maar ik denk dat het veel interessanter is om in een ongoing dialoog te zitten en te komen. Waarin je ook daadwerkelijk gaat luisteren naar stemmen die nu vaak niet gehoord worden. In een zwijgende meerderheid, maar ook de linkse en de rechtse, voor zover je daar nog van kan spreken, extreme. Ja. Ik denk dat er heel veel stemmen op dit moment niet gehoord worden. En wat je gaat doen als je stem niet gehoord wordt, is een oplopende vorm van sabotage. Mm-hmm. Dus ik denk als je op die manier kijkt naar wat er in de samenleving aan het gebeuren is, of als je op die manier kijkt naar wat er in Frankrijk aan het gebeuren is, dan is het voor een deel ook gewoon een stem die niet gehoord wordt. Dan vind ik niet dat we per se altijd die stem ook moeten volgen, maar ik denk wel dat het helpend zou zijn om beter te luisteren naar wat zit daar nou onder? Wat mag daar nou niet gezegd worden? Of wat wordt daar nou genegeerd? Of wat wordt daar nou niet gehoord? En hoe kunnen we... En dat is natuurlijk ook een soort van inclusievraagstuk. Naar welke stemmen ga je allemaal luisteren? En wie bepaalt wat normaal is? Wat voor tribale wijsheiden zijn er voor dit vraagstuk? zijn we voldoende al aankomen? Ja, nou ja. Ik denk dat post-apartheid Zuid-Afrika wel een spannende situatie is, zeg maar. En daar is die vorm van deep democracy uitgekomen. Daar zijn ook bijvoorbeeld... een kampvuurgesprek, Lek Godla. Zou je nog een keer? De Lek Godla. Wat is deze? Ja. dat is een dialoogvorm. Die ontwikkeld is ook in Afrika, in volgens mij in Rwanda. En nou, daar waren ook wat dingen gebeurd in de samenleving. Afhankelijk van hoe je het classificeert. Genocide, volkerenmoord, in ieder geval veel, echt veel ellende. Gingen veel mensen dood. Gingen veel mensen dood. Precies. En tegelijkertijd was er ook weer een moment dat mensen met elkaar in dezelfde samenleving woonden en toch ook weer een vorm moesten vinden om door te gaan. Dus dat soort reconciliation processen, waarin je toch weer met elkaar een vorm vindt om samen te leven. Ik denk dat we daar wel veel van kunnen leren. En die deep democracy is daar bijvoorbeeld uit voortgesproken. Ik denk dat we daar echt veel van kunnen leren. En hoe is dat in Rwanda dan gegaan? Hoe is die reconciliation dan tot stand gekomen? Nou, er zijn hoe dat exact is gegaan, dat weet ik niet. Maar wat daar gebeurd is dat er heel veel dialoog is georganiseerd tussen slachtoffers, daders die misschien wel slachtoffer waren. En dus er is heel veel dialoog gevoerd waarbij ook de dingen waarbij niet meer met wapens werd gesproken, maar met woorden. En waarin... En door wie werd het gefaciliteerd? Of weet je dat niet? Dat weet ik niet. Nee. Dat weet ik niet. En je, in de hele wereld, er zijn op wel meer plekken in de wereld dit soort echt nare dingen gebeurd. Ik denk dat er wel veel te leren is van hoe daarna dat soort verzoeningsprocessen georganiseerd zijn. En daar zijn ook niet altijd dingen helemaal goed in gegaan, maar daar kunnen we ook van leren. En vormen die daarin goed helpen, die gaan uiteindelijk altijd over luisteren naar de stem van de minderheid, dialoog organiseren, betekenis geven met elkaar. En nu weer verder. Dus je moet er ook niet in blijven hangen. Het is ook goed om op een gegeven moment weer door te gaan. Dus het gaat uiteindelijk over hoe je met elkaar verbinding creëert en hoe je met elkaar optimaal gebruik maakt van de wijsheid die er in de tribe is of in je organisatie. En dat gaat ook over hoeveel ruimte kun je geven aan verschillende meningen, ideeën, perspectieven. Dus hoeveel ruimte is er voor verschil? En een beetje verschil, dat vinden we vaak wel leuk en dan noemen we dat innovatie. En heel veel verschil noemen we gewoon stom. Dus hoe goed kun je andere meningen er laten zijn? En of ga je meteen zeggen, het zit anders. Is niet zo wat jij zegt. Leugen. Of is het
Dat kan zo zijn, weet je. Het kan een echte onwaarheid zijn. Ja. Maar het kan ook gewoon echt een oprecht andere perceptie op de werkelijkheid zijn. Ja. Ja. Dus hoeveel ruimte geef je aan verschil? En hoeveel ruimte kun je creëren om het met elkaar even niet te weten? Niet meteen vast te leggen. Zo zit het. Dit is de waarheid. Maar om het heel even fluïde te houden. Om met elkaar te kijken van wat is er nou? En dat is verrekte moeilijk. Vooral als het over hele spannende dingen gaat. En hoe spannender, hoe moeilijker. Hmm. Want hoe sneller we de waarheid gaan claimen. Ja, hoe meer je ook nodig hebt. Hoe meer je die veiligheid ook nodig hebt. Ja. Want het is oncomfortabel om het even niet te weten. Want misschien moet je dan straks wel je mening gaan aanpassen. Ja. Ja, shit. Ja, ja. Terugkomen naar die organisaties dan. Ja. Als jij binnenkomt bij een organisatie als antropoloog. Mm-hmm. Dan ga ik ervan uit dat je... Of tenminste, ik maak even de aanname dat je een bepaalde gedachtegang hebt. Om uit te zoeken hoe die... organisatie als stam functioneert. Ja. En dat is misschien een andere manier van kijken naar de organisatie dan een bedrijfskundige die binnenkomt. Hmm. Ja, denk ik ook. Ja. hoe ziet die gedachtegang eruit? Of heb je daar niet eens expliciet iets of? Ik ga kijken naar... ik ga culturele rommeltjes verzamelen. Hmm. Dus alles is informatie. Alleen al hoe het eerste contact is verlopen. Ging dat per mail? Ging dat telefonisch? Hoe waren die mails? Alles is informatie. Hoe ziet het bedrijfspand eruit? Wat voor soort interactie is er tussen mensen? Allemaal dat soort dingen. Allemaal de culturele rommeltjes. Allemaal kijken zonder te oordelen. En proberen de interne logica te snappen. Mm. Waarom doen mensen wat ze doen? Dus dat unieke antwoord op die universele vraag. De universele vraag was tweeledig. Wat is ons bestaansrecht? En dat gaat dan over dingen als missie, visie, strategie, middelen, resultaat meten, correctie. Dat soort dingen, daar gaat het over. En aan de andere kant, hoe regelen we dat met elkaar? Dus dan gaat het over groepsgrenzen en structuur. Wie mag erbij, wie mag er niet bij? Macht en status en hiërarchie. Ranking zou een antropoloog dan zeggen. Mm. Taal, humor... vriendschap, liefde, intimiteit, hoe gaan we daarmee om? Hoe verklaar je het onverklaarbare? Nou, allemaal dat soort dingen ga je naar kijken. Hoe doet deze groep dat? En uiteindelijk komt daar een soort van cultuurbeeld of cultuurfoto uit. Waarbij een antropoloog... Dat is grounded theory. Mm. Dus dat is niet vanuit een dimensie of vanuit een model kijken naar... Oh, het is een hele professionele cultuur of grote afstand tot... Dat allemaal niet, maar heel erg kijken wat zit er in deze organisatie. Welke grounded theory kan ik hierop bouwen, zeg maar? Ik zie een beetje vragen kijken. Als je een voorbeeld zou moeten geven van een bedrijf... wiens grounded theory je hebt bedacht. Of hebt uitgezocht. Wat zou... Ja, dan kan ik niet zoveel zeggen, want dat is altijd spannende informatie voor. Is dat iets wat je opschrijft? Is het een verhaal wat je schrijft? Of? Het is vaak een verhaal in woord en in beeld. Dus dat model wat ik net zo schetste, die universele vraag en dat unieke antwoord. Ik ga dus dat unieke antwoord van die groep proberen te vinden. En dat ga ik laten zien met beeld en met verhalen. Mm. Met micro-stories, met vignetten van... dingen die mensen gezegd hebben tegen elkaar, interacties die je hebt waargenomen, of dingen die er juist niet zijn, of dat soort dingen, die heel tekenend zijn voor... Je gaat eigenlijk een soort van cultuurfoto maken. Hmm. Een snapshot van de relatie tussen mensen. En ook dat wat er niet is. Dus dat is ook het ambacht. Dat is ook... Dat is een opleiding, dat is een universitaire opleiding. Dat kan je ook niet zomaar. Ja. Tegelijkertijd denk ik dat als je... Dat in iedereen een antropoloog schuilt. Dus in iedereen schuilt de nieuwsgierigheid om te snappen waarom doen mensen nou wat ze doen. En zie je, die culturele rommeltjes, hoe meer anders het is dan wat je gewend bent, hoe scherper je dat vaak kan zien. Hmm. Dus dat ga ik allemaal bekijken. Dan ga ik daar een soort van cultuurfoto van maken. Of een cultuurdiagnose, of een cultuuranalyse. Of geef het een naam. Hmm. Culture assessment. En dan afhankelijk van de vraag... geef je dat terug met een presentatie of in een rapport of met een theatershow. Bedenk iets. Ja, vet. En wat ik me dan voorstel is dat als je dan bij zo'n organisatie bezig bent en je bent eigenlijk een soort van aan het onderzoeken, antropologisch veldwerk aan het doen,
Is daar een verschil tussen een bedrijf antropologisch te onderzoeken en een of andere stam ergens in de Amazone antropologisch te onderzoeken? Fundamenteel gezien. Nee, fundamenteel gezien niet. Ja. Want je kijkt naar dezelfde dingen. Je gaat naar dezelfde... Kijk, je kan kijken naar dorpje in de middeleeuwen. En dan heb je bij de dorpspomp, daar werden de rollers uitgewisseld. En tegenwoordig hebben we niet meer een dorpspomp, maar hebben we gewoon de waterkoeler en de koffieautomaat in een kantoor. Hmm. En in de steegjes, daar gebeurden altijd interessante dingen. En tegenwoordig noemen we dat gewoon in de wandelgangen. Hmm. En de jaarmarkt, dat is gewoon het congres. Dus als je op die manier gaat kijken, dan zie je dezelfde soorten interacties, alleen in iets andere vorm. Maar je kijkt nog steeds naar hetzelfde. Dus dan ga je ook, nou, we doen toch wel wonderlijke dingen in kantoorgebouwen. Zoals dat wel interessante rituelen. Dat is natuurlijk weer in iedere organisatie anders. Maar we vinden het allemaal heel logisch om met elkaar in een ruimte te gaan zitten en dan met een blad papier voor ons een vergadering te gaan hebben. En tegenwoordig hebben we allemaal tablets, telefoons en laptops. Kijken we elkaar niet eens meer aan. Hmm. Als je dit zou vertellen tegen een tribe in het binnenland, van die hebben jullie zo je kampvuurgesprekken? Dat is gek. het is maar een vorm, hè? Het is maar een manier. Dus het is een uniek antwoord op die universele vraag. Dan zijn we weer terug. Hmm. En als je in dat unieke antwoord zit, vind je dat heel logisch. Natuurlijk doet iedereen dat zo. Alleen als je buiten dat unieke antwoord zit, denk je, dat is gek. Of je denkt, jongen, kan dat nou niet slimmer of anders of professioneler of beter of duurzamer? Dus dat is de bril die je als antropoloog opzet. Is heel erg proberen als een binnenstaander te begrijpen waarom mensen doen wat ze doen, waarom een groep doet wat hij doet. Mm-hmm. Antropologen noemen dat het emic-perspectief. En om daarna er ook weer door de blik van een buitenstaander naar te kijken, het ethic-perspectief. En wat meer te duiden vanuit een kader. Proberen of je kan voorspellen hoe een bepaalde groep op een gegeven situatie reageert. Het is bijna een soort van theorie bouwen over die cultuur. Dus die bril van de binnenstaander, bril van de buitenstaander. En voortdurend proberen om je oordeel nog even uit te stellen. Ik wil niet oordelen. Proberen te snappen wat er is. Wat is de interne logica? Waarom gebeurt hier wat er gebeurt? Hmm. Dus eigenlijk als je iemand ziet iets doen waarvan je denkt, dit is echt bullshit, afvragen waarom het logisch zou zijn dat diegene dat op die manier doet. Exact. En dan ook proberen om niet te denken, wat een bullshit, maar te denken, god, dat is interessant. Nou, dus je denkt dat wat een bullshit is waarschijnlijk een eerste gedachte waar je niet zoveel aan kan doen. Nou, dat is dus, dat is waar je echt voor wordt getraind om zo min mogelijk te oordelen. Natuurlijk ben ik ook een mens, dus natuurlijk oordeel ik wel. Ik kan niet 100% neutraal zijn. Maar ja, ik weet niet of het bullshit is. Dus het is op een gegeven moment zo je tweede natuur, of misschien wel je eerste natuur, om laat te oordelen. En natuurlijk, als het heel dichtbij komt, dan oordeel ik ook wat sneller. Ja, dan heb je natuurlijk veel meer emoties erbij. Precies. En dergelijke. Precies. Maar probeer, als je voelt, hey, ik ga een oordeel in. Oh, interessant. Wat zegt dat dan? En wat zegt dat over mij? Hmm. Dus antropologen zijn en op deze manier corporate antropologisch werken, onderzoek doen, adviseren, groepen begeleiden. Dat vraagt ook om voortdurende zelfreflectie. Dus is dit wat ik hier zie, is dat iets van de organisatie of is dat iets van mij? Hmm. Wat bij mij resoneert en wat zegt dat dan over mij? Vraag is natuurlijk ook een heel veel zelfkennis. Oh, absoluut. Absoluut. Dus dat is ook onderdeel van je opleiding, om heel veel zelfreflectie te doen. Hm. En om jezelf heel goed te leren kennen. En dat doe je onder andere door ook veldwerk in het buitenland. Althans, ik heb veldwerk op verschillende plekken in het buitenland gedaan. En hoe meer anders het is, hoe bewuster je jezelf wordt van je eigen culturele basisaannames. Hm. Dus, en dat noemen ze dan culture shock. Noem eens een voorbeeld. Van een cultuur waarvan je was, waarbij je iets zag waarvan je dacht, dit is heel raar, maar dat je eigenlijk iets leerde over jezelf. Of iets leren over je Nederlandse cultuur. Nou ja, bijvoorbeeld toen ik op Groenland was, toen ik daar woonde, toen daar wordt nog op walvissen gejaagd. Mm. En ook op zeehonden. Nou, en mijn eerste reflex daarop is, wat een bullshit. Want walvis bedreigt diersoort. Zeehonden zijn ook nog lieve beestjes. Dus wat de fuck zijn we hier aan doen? Hmm. Terwijl als je gaat kijken naar waarom dat gebeurt en hoe dat daar gebeurt, dan zie je dat
de walvisjacht op Groenland. Heel, en dit is ook meteen een beladen onderwerp, dus ik merk dat ik mijn woorden meteen wat zorgvuldiger ga kiezen. Maar dan zie je dat daar dat het sociaal-cultureel heel betekenisgevend is. Dus ieder dorpje. Zij zijn ook, er is een International Whaling Committee. Dus daarmee is de wereldwijde walvisjacht min of meer aan banden gelegd. En beperkt en zeer goed geregeld en gemonitord. Er zijn een aantal landen die dat niet hebben ondertekend. Die dus ook nog steeds op walvissen jagen. Mm. In ieder geval, ik heb niet recent dit document gelezen. Maar voorheen waren Noorwegen en Japan die nog dat niet ondertekend hadden. Die zijn nog op walvissen jagen. Voor wetenschappelijke doeleinden deels. Nou, okay. Maar op Groenland wordt dus nog naar walvissen, wordt op walvissen gejaagd. En daar zie je dat het een hele grote sociaal-culturele betekenis heeft om met het dorp een of twee walvissen, ja, afhankelijk van de grootte van het dorp, heel verbindend. Het eten wordt ook gedeeld. De jacht is heel erg verbindend, want er moet ongelooflijk goed voor samengewerkt worden. Dus als je op die manier gaat kijken naar, er wordt niet oneindig walvissen gejaagd en geschoten en niet nodig, maar het is wel nodig voor het overleven van de van die tribe en van dat dorp. Walvisjacht, of de zeehondenjacht is ook interessant, want op een gegeven moment is er een grote campagne geweest van een milieuorganisatie. Die was heel succesvol en toen werden zeehondenbond en vachten in volgens mij Europa, in ieder geval in Nederland, werden verboden. Mocht niet meer. Terwijl op Groenland waren de zeehonden op Groenland, die waren wel degelijk belangrijk in de subsistence-based levensvoorziening van die vissers daar. Dus die joegen op zeehonden om dat te kunnen eten. Wat er overbleef was zeehondenhuid, het was restproduct. Dat kreeg op die manier nog een goede bestemming. Mm. Maar dat kon ineens niet meer. Dus er lagen hele pakhuizen vol met zeehondenvacht die lagen weg te rotten, want daar konden ze niks meer mee. Dus je zou ook kunnen zeggen, joh, hoezo mogen die vachten niet meer verkocht worden, terwijl het eigenlijk daar een lokaal restproduct is, want er wordt nog steeds gejaagd op die zeehonden. Dus eigenlijk dat, luister naar die wijsheid van de minderheid. Luister naar de wijsheid van de minderheid, maar probeer ook de interne logica te begrijpen. Mm. Dus je kan wel, en wat er namelijk ook gebeurde, dat waren de uitwassen, dat was dat er flink op zeehonden werd gejaagd, alleen maar sec voor het bond. En voor de zeehondenhuid. En dan werden die karkassen werden gewoon ergens op het ijs nog achtergelaten en gedropt. Dat waren de uitwassen ervan. En dat waren ook heel veel westerse bedrijven die dat op die manier deden. De Groenlanders deden dat niet op die manier. Dus door überhaupt de import van zeehondenbont maximaal compleet volledig te verbieden, creëerde je wel daar een lokaal probleem. En de zeehondenjacht was daar niet eens zo heel slecht. Sterker nog, ze zeiden doordat we minder op die zeehonden konden gaan jagen. Want het was. Ik moet hem anders formuleren. Doordat er minder op zeehonden werd gejaagd, waren er meer zeehonden en die aten heel veel vis op. Mm. Waardoor daar dus het hele economische systeem ook weer begon te schuiven. Want er waren weer minder kabeljauwen. Dus met een pennenstreek en een goede campagne van een milieuorganisatie werd er ergens anders iets heel, heel erg in gang gezet. En je kan zeggen, dat is niet goed, dat is verkeerd, dat willen we niet meer. Of je kan kijken, oké, hoe gebeurt het? Waarom gebeurt het? Wat is de betekenis daarvan? Kunnen we kijken naar een oplossing die een soort en-en oplossing is in plaats van een of-of oplossing? Ja, ja. En dat is wel een spannende, want misschien dat mensen er wel van alles van vinden nu. Ja. Je punt is ook niet per se dat daarom die zeehonden of die walvissen jacht niet verboden had moeten worden, maar dat het niet meegenomen is wat voor lokale effecten zo'n beleid heeft gehad. Een beleid die met de beste bedoelingen gemaakt is. Ja, waarschijnlijk. En ik heb niet aan die tafel gezeten destijds, dus ik weet niet of daar wel toevallig iemand naar gekeken heeft, maar dat is in ieder geval het effect op Groenland. Het was wel, voor de mensen daar was wel pittig. Ja. Ja, dat klopt. Dus er zit heel veel kennis en wijsheid in die stem van de minderheid. Dat betekent niet dat je altijd ook moet doen wat die minderheid zegt, maar het betekent wel dat het handig is om niet alleen maar de meeste stemmen gelden te doen, alle neuzen dezelfde kant op, maar te kijken, hé, wie vindt er nog wat anders? Hmm. En als je zulke onderzoeken bij bedrijven voert, je zei ook al eerder van, ik ga niet de antwoorden geven, het is veel belangrijker dat die antwoorden
gevonden worden, ja. dat betekenis aangegeven wordt in een dialoog, ja. door henzelf, ja. hoor je niet heel vaak dezelfde antwoorden. En denk je wel eens niet bij jezelf, godverdomme, we kunnen hier 3 dagen besparen, want het is zo simpel. Ja, tuurlijk wel. Tuurlijk denk ik dat wel eens. En tegelijkertijd realiseer ik me ook dat het... de verandering zit hem in de betekenis die mensen er zelf aan geven. Mm. En dat moet je dus organiseren. Dus op procesniveau... Ik kan wel zien wat er nodig is, maar mensen moeten dat zelf gaan zien, anders gaat niks veranderen. Mm. Dus ik kan het wel zien en ook ik kan er hartstikke naast zitten, dus daar zit ook absoluut mijn bescheidenheid in. Van, ja, het zit heel anders. Oh, oké, oeps, iets te snel geoordeeld. Maar los van of ik dat wel of niet vind, als een organisatie en als mensen denken, joh, wij vinden het wel best zo, dan gaat er echt niet iets veranderen. Dus de verandering, die zit hem in de betekenisgeving van mensen zelf. En wat ik soms wel zie gebeuren, is dat daar relatief, ondanks dat we dat weten, is dat daar weinig tijd en ruimte voor wordt georganiseerd. En dan denk ik wel, ja, tjonge, jonge, jonge. Je wil iets met cultuur. Cultuur vormt zich en verandert zich in interactie en in besluitvorming. Mm. Dan moet je wel goede interactie organiseren. Als je dat heel spannend vindt, ja, dat is wel ingewikkeld. Dus ja. Daar zit soms wel, dat ik denk, op procesniveau, ja. Ja, je wil gaan werken met cultuur. Laten we dat dan gaan doen. Dan moet je hele goede dialogen organiseren. Dan moet je ook echt op zoek naar die stem van de minderheid. Dan moet je ook echt dappere besluiten durven nemen. Laten we dat gaan doen. Ja, maar hoe kan ik het meten dan? Ja. Welk cijfer levert het op? Welk percentage levert het op? Ja. Dus als ik even samenvat. Voor jou als antropoloog, ja. is duurzaamheid niet een verandering van technologie, maar allereerst een verandering van cultuur. En cultuur is iets wat gevormd wordt in relatie en interactie met elkaar. En daar ontstaat die zingeving uit. Dus het is voor jou niet relevant om antwoorden te geven als antropoloog, als je cultuur wil veranderen. Het is voor jou relevant om te helpen om die antwoorden, om dat proces tot het komen van een antwoord en zingeving te faciliteren. Ja, perfect. Nou, dankjewel. Ja. Nou ja, jij bedankt, want blijkbaar ja. Je haalt hiermee wel goed de essentie eruit. Ja. Nice. Ja. Heb ik nog vragen, dingen die ik wil weten? Heb je nog dingen die ik wil ja. noemen? Ik heb het gevoel alsof het nog heel veel onbesproken is, maar ik kom niet op extra vragen nu. Ik denk dat er is ook heel veel wat waarvan ik denk, oh, dat wil ik eigenlijk om me laten inwerken. Ja, nou, vooral doen. Ja? Zullen we dan bij, of heb jij nog wat? Nee, ik zit even zo na te denken, maar... Wat voor advies heb je voor jonge antropologen ja, dat is een mooie vraag. Die nu in opleiding zijn? Ja. Daar heb ik wel een paar adviezen voor. Okay. Dat is wel fijn, hè? Nee, ik denk dat je gewoon echt lekker exotisch veldwerk moet doen. Want daar word je een hele goede antropoloog van. Hmm. En ik denk als je dan terugkomt in Nederland, dat er echt veel werk te doen is in organisaties en in bedrijven, dat we niet zo bang moeten zijn voor verandering. Maar vanuit je wil om de wereld mooier te maken, mag je best veranderen, mag je best impact hebben. Dus ik denk dat dat een hele goede is, dat is het advies. Wat helpt is als je een soort van tweetalig wordt, of meertalig in ieder geval. Dus dat je de taal van als je alleen de taal van de antropologie spreekt, dan gaat niet iedereen dat begrijpen. Dan gaan veel mensen dat niet begrijpen. Maar als je de taal van een organisatie of van het veld spreekt waar je in wil werken, en je legt daar de taal van de antropologie naast, dus die tweetaligheid of die meertaligheid, dan mag je steeds meer antropologen zijn. Dan mag je er ook steeds meer je antropologische kennis en kunde doorheen verweven. Omgekeerd, als ik naar Groenland ga en ik ga Nederlands praten, dan kijken mensen mijn glazen gaan, die snappen me niet. Dus je moet wel de taal van het veld spreken waar je iets in wil gaan doen. Hmm. Dus het is belangrijk om tweetalig te worden. Wat spreek je eigenlijk in Groenland? Groenlands. Groenlands, ja. Wel. Oh, oké. Okay. Ja, en Deens. Maar, nou ja, tot niet heel lang, tot een aantal jaar geleden was Deens de officiële voertaal. Ja. Tegenwoordig is Groenlands ook een van de twee officiële talen. Dat kan ik ook echt niet veel. Ik ben behoorlijk taalgevoelig, maar van Groenlands kan ik echt niks maken. Okay.
Nee. Je derde advies. Spreek twee talen. Was je nou ja, niet te bang zijn om te veranderen. Nee, lekker exotisch onderzoek doen. Dan wil je een goede antropoloog zijn. Niet te bang zijn om impact te hebben en te veranderen. Meertalig worden. Tweetalig worden. Ik moet even nadenken. Dan kom ik nog wel op meerdere. Maar dit zijn wel drie mooie adviezen, denk ik, voor nu. Ik denk dat ik wel een goede is om mee af te sluiten. Ja, dat is wel mooi. Walter. Graag gedaan. Jij bedankt. Yes, cool. Ja? It's a wrap. Nice. Ja, dat was mooi. Dat was een goed gesprek. Ja, zeker weten. Ja, vond ik wel. Vond ik echt. Oké, cool. Ja, ik heb, heel vaak heb ik niet echt een idee. Dus ik krijg gewoon van hem te horen, oké, die komt langs. Ja. En dan zegt hij, oké, dit is zijn werk. Ja. Dus waarschijnlijk heb je op gepraat. Denk ik van, oké. Maar ik heb tot nu toe een paar keer...